The idea of gravity was worked out by Sir Isaac Newton, who had the same job as me, here at Cambridge University, back in the 17th century. It supposedly dawned on him when an apple fell on his head. The apple helped him realize that all objects attract each other. And the greater the mass, the stronger the pull. These apples are attracted to the Earth, and although you can't see it, the Earth moves very slightly up, towards the apples. All things come together through the power of gravity. Gravity was created in the Big Bang, and has been at work ever since. It's what keeps you, me, and apples stuck to the Earth. Goedenavond zeg, u hebt er zin in. Geweldig. Er zijn nog een paar stoelen vrij aan de zijkanten, vrees ik. Dus in de buitengewesten van het publiek, zou ik maar zeggen. Maar niettemin, volgens mij kan iedereen zitten als hij dat wil tenminste. En anders blijft u lekker staan, dat mag ook. Welkom in het kenniscafé van de maand mei hier in de Bali. Mooi dat u er bent en mooi ook dat u de kosmos verkiest boven het mooie weer buiten. Dat doet mij deugd. Het is vandaag de tweede maandag van de maand en zoals elke maand praten we hier over de wetenschap en de rest van de wereld met deskundigen die ik straks aan u zal voorstellen. En natuurlijk met u, het publiek. Even een paar huishoudelijke zaken. Het Kenniscafé is een samenwerking, dat weet u misschien al, van de KNAW, Nemo Kennislink, de Bali, het huis waar wij zijn, en de Volkskrant. En ik ben Martijn van Kalmthout van de Volkskrant. Het is hier een café. Het ziet er meestal iets anders uit, maar het is een café, hebben we afgesproken. En daar is de bar. U betaalt zelf en ik zou zeggen, hou het netjes bij het afrekenen. We stellen vragen en opmerkingen vanuit het publiek zeer op prijs. Want daar gaat het om eigenlijk in dit kenniscafé. Het contact tussen wat hier zit en wat daar zit. Als u iets wil zeggen, steek uw hand op. Dan komt er een microfoon naar u toe. En zonder microfoon, dat kan ik u verzekeren, zeker als er zoveel mensen zijn, bent u onverstaanbaar. Dus wacht even op die microfoon. Onverstaanbaar hier en zeker ook op internet. Want internet, ja inderdaad, we hebben een livestream voor alle mensen die hier niet konden komen. Of die het achteraf nog eens willen bekijken. Op debali.nl kunt u dat vinden. Dan even over uzelf. Wie bent u? Daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. U bent met veel, dat zie ik in ieder geval wel. Maar wie zou zichzelf hier een beta noemen? Een beta. Een exacte georiënteerde, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Een beta, u begreep het wel kennelijk. Wie is hier een alfa? Oké. Okay. Het komt allemaal goed hoor, echt waar. Wie kijkt er hier graag naar de sterren? Simpele vraag. Oké, okay. Sommige mensen niet, dat vind ik wel interessant trouwens. Oké. Wie heeft de laatste speelfilm over het leven van Stephen Hawking gezien? Wie vond hem goed? Oh, het wordt al minder. Oké. Hoe heet de hoofdrolspeler van die film? Nee? Eddie Redmayne? Oké. Mensen, kijk ook eens naar de aftitelingen. Dat is best leuk. Wie heeft het boek A Brief History of Time van Stephen Hawking echt gelezen? En niet alleen gekocht. Wie heeft het gekocht en niet gelezen? We kijken niet mee hoor. Oh, twee handen daar tegelijk. Ja. Wie heeft al zijn boeken gelezen? Niemand. Oké. Dat lijkt me ook heel verstandig, want ze zijn best een beetje hetzelfde zo nu en dan. Wie heeft er niets van Hawking gelezen? Oké.
die worden allemaal bediend vanavond. We gaan het overigens niet alleen over Hawking hebben, maar over de kosmos. Wat we van zijn theorieën kunnen leren, wat we van nieuwe gedachten kunnen leren. Wat Einstein erover zei, wat Newton erover zei. En misschien nog wel anderen ook. Ik wil niet vrijpostig zijn, maar er zijn ongetwijfeld, dat hoor je dan te zeggen, hele jonge Einsteins in de wereld die het nog veel verder gaan brengen. Misschien zitten ze hier wel op het podium straks, je weet het niet. Laten we beginnen met het programma. We beginnen traditiegetrouw met een column. Een column van mijn collega Maarten Keulemans van de Volkskrant. Hij is hier, hij heeft een microfoon, zijn tekst, Maarten Keulemans. Goedenavond, dames en heren. Vanavond zult u dingen horen waarvan u een beetje raar wordt in uw hoofd. U zult vernemen dat ons sterrenstelsel zo'n 250 miljard sterren telt. En dat er van sterrenstelsels, zoals het onze, zeker 100 miljard er zijn. En dat is dan alleen nog maar in het zichtbare heelal. Want u zult ook nog eens horen dat het heelal misschien oneindig groot is. En dat er ook nog eens misschien oneindig veel heelallen zijn. Ze zullen u vertellen over zwarte gaten, martelwerktuigen van de natuur, waarin zelfs de natuurwetten worden vermalen. Ze zullen u zeggen dat het heelal uit elkaar lijkt te worden gedrukt door een geheimzinnige kracht die ze donkere energie noemen. Of misschien rekt het niet uit, maar stort het juist in. Een proces waarbij we allemaal worden gepoft als aardappeltjes in de schil. De sprekers van vanavond zullen u toefluisteren dat het heelal misschien een uitdijend badschuim is. Dat iedere keer als een deeltje even aarzelt welke afslag hij zal nemen, weer een bubbeltje werkelijkheid erbij krijgt. Of ze zullen betogen dat het allemaal maar een projectie is. Een holografische informatiegolf die opdoemt als je van de 11 dimensies er 7 oprolt. Staar lang genoeg naar dat zwarte niks daarboven of naar de wiskundesommen die het grote niks beschrijven en de theorieën komen vanzelf. Als hersenspinsels in het donker. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, is het misschien goed als u eerst eventjes hiernaar staart. De eerste auto van Groot-Brittannië. Eind 19e eeuw. Ik fotografeerde hem afgelopen weekend toen ik toevallig met mijn dochter het Science Museum in Londen bezocht. Mijn dochter zag het eigenlijk meteen. Een koets. Een rijtuig, maar dan zonder de paarden. Zelfs de besturing met hendels die je moet vasthouden, is precies de beteugeling van een span paarden. Blijkbaar kwam het in de mensen destijds helemaal niet op dat als die paarden eenmaal weg zijn, je ook best iets heel anders kunt verzinnen voor zo'n koets. Hun hersenen konden domweg niet de stap maken van koets naar auto. Met die kosmologie is ook zoiets aan de hand. In de eerste helft van de vorige eeuw, een tijd van oorlog en conflict, lag de nadruk op het heelal als een soort bomexplosie. Een naar alle kanten uitdijende bal gas en puin. En nu, in het tijdperk van internet en big data, ligt de nadruk op het heelal als een onderling verbonden getallenruimte. Een fijnmazig netwerk van kwantumdraden waar iedere trilling resoneert en alles informatie is. Misschien zijn onze simpele 21e eeuwse apenhersentjes gewoon nog niet goed in staat om te bevatten wat het heelal eigenlijk precies behelst. Zoals zelfs de knapste snorremans van de 19e eeuw conceptueel nog te beperkt was om zich een Tesla voor te stellen. Prettige gedachte eigenlijk wel. Als de sprekers van vandaag u straks zoetjes beginnen toe te prevelen dat u ronddobbert in een badje van kwantumschuim. Of surft op golfjes van gravitatie. Definitieve antwoorden hoeft u vanavond niet te verwachten. Maar lekker wegmijmeren in ruimte en tijd, des te meer. Ik wens u er heel veel plezier mee. Keulemans, dankjewel. Dankjewel, Maarten. Dames en heren, deze avond, dat zal u niet ontgaan zijn, is enigszins in het teken gesteld van de dood van Stephen Hawking, bekend theoretisch fysicus in maart. Hij wordt breed geroemd om de manier waarop hij de kosmos populair maakte, zou je kunnen zeggen. En de kosmologie daarbij. Van zwarte gaten en het heelal zelf tot ruimte en tijd, schuim. Meerdere heelallen tegelijk. Heelals, heelallen. Waar, zullen we stemmen? Wie zegt er heelals? Niemand? Wie zegt er heelallen?
Oké, we hebben het over heelallen vanavond. Ik vraag daarom, om reden van Stephen Hawking, een van onze gasten die later in het programma nog een rol zal gaan spelen, om alvast eens een keer aan te schuiven hier aan het begin. En dat is Klaas Landsman van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij geeft toevallig college over zwaartekrachttheorieën, Einstein en beyond zou je kunnen zeggen. En dat is mooi om te weten allemaal. Maar hij is vermoedelijk de enige in deze zaal die kan zeggen dat hij met Hawking heeft verkeerd in Cambridge. Dames en heren, Klaas Landsman. Dag Klaas, welkom. Dag Martijn. Can you hear me? Ja. Zo begon altijd Hawking. Zo begon Hawking altijd, ja. En het antwoord was meestal ja, toch? Ja, massaal. Yes. Yes. En dan gebeuren er bijzondere dingen, weet ik. Ik heb het een paar keer gezien en jij hebt het vaker gezien, neem ik aan. Hawking in een zaal, dan was er iets aan de hand. Nou, Hawking in de zaal heb ik maar één keer gezien vanwege het special effect. Maar ik zag hem bijna iedere dag. Ja. Dat was een heel ander soort persoon dan. Welke periode was dat? Wanneer? Tussen 89 en 97. Toen was ik postdoc in het instituut waar hij werkte. Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics in Cambridge. Ja. Ik zat niet in zijn groep. Hij had een eigen groep, de Relativity Group. Maar ik hing wel heel veel rond met die groep. Ik was ook verliefd op een meisje, studenten uit zijn groep. En ik zag hem dus bijna iedere dag. Dat was in de tijd dat hij na een heel ernstige longontsteking, waar hij bijna aan was overleden, geen stem meer had. Had een tracheotomie. Dus hij kon alleen nog maar via zijn voice synthesizer spreken, waarbij hij via zijn schermpje ik door oog- of duimbewegingen een tekst maakte en die werd dan door zijn computerstem uitgesproken. En wat hij heel snel en heel virtuoos kon. Ja. En was dat een situatie waarin je nog wel met hem kon communiceren ook in die tijd? Ja. Deed dus, jij dat ook? Nou nee, ik bleef op gepaste afstand. Ik had ook niet echt onderwerpen met hem. Nee, nee. Dus hij communiceerde, het was voor hem heel vermoeiend om dat te doen. Dus hij communiceerde vooral met zijn studenten en met zijn verpleegsters. Dus in die levensfase, hij was nog niet formeel gescheiden, maar hij was weg van zijn eerste vrouw, Jane. Ja. En was compleet in de ban van een van zijn verpleegsters, Elaine Mason. Dus die hing ook altijd om hem heen. En beschermde hem ook duidelijk tegen mensen zoals ik en ook andere derden die daar eigenlijk niet zo heel veel te zoeken hadden. Ja, ja, ja. Nou, nu was hij in die tijd al wereldberoemd, zou je kunnen zeggen. Ja, hij was op de pieken van zijn roem, zou je kunnen zeggen. Er waren bijna iedere week cameraploegen in het department. Dat boek dat was toen al verschenen en had al miljoenen exemplaren verkocht. Ja. Al zijn grote werk had hij toen eigenlijk ook al gedaan. Daar was hij in wetenschappelijke kringen al beroemd om. En zijn ziekte was zo ver gevorderd. Die had hij vanaf 62, 72, 82. Nou, die had hij toen bijna al 30 jaar. Wat hem zeer uitzonderlijk maakt, omdat je daar normaal binnen 2 à 4 jaar aan overlijdt. ALS dus. ALS, ja. Dus alleen het feit al dat hij 30 jaar die ziekte had, had hem op zich denk ik al wereldberoemd gemaakt. Ja, ja. Maar het was de combinatie van dat overleven en zijn onmiskenbare genialiteit. Ja. En dan nog de popularisatie. En drie dingen. Hoe was dat dan op dat instituut? Want hij was daar eigenlijk gewoon aan het werken ook, toch? Nou, dat vraag ik me inmiddels wel af of hij daar überhaupt wel aan zijn werk toe kwam. Want hij was ook een beetje een circusdier geworden. Ja. Dus hij had sowieso altijd een coterie om zich heen. Dus ik kon hem eigenlijk niet alleen zien, denk ik. Dus dat was al een soort hele, zoals de koning of de koningin komt, er allemaal heel veel mensen achter. Ja, ja, maar dan gaan mensen ook anders reageren. Dan gaan mensen heel anders reageren. Ja, ja, ja. Hij bezocht zijn eigen seminar, dat was op vrijdag, dat was altijd heel leuk. Hij had een lunchseminar, dat ging dan over de kosmos en relativiteitstheorie en zo. En hij betaalde daar de lunch. Dat was niet zo gebruikelijk in Engeland. Je moest eigenlijk gewoon je broodje ergens kopen. Maar hij betaalde pizza's. Ja. En dat kan ik me heel goed herinneren. Onder luid gejuich kwam dan een student van hem met die pizza's binnen om 12:30. Okay. En hij zat er dan al. Het was een geweldige sfeer, echt. Ja, ja. En daar was jij dan ook bij? Daar was ik iedere week. Ja. En hij gaf soms zelf dat seminar dan voorbereid op zijn speech synthesizer. Zijn seminar, als hij dat gaf, dat bereidde hij volledig voor van een uur. Dat had hij dan al helemaal ingetypt. Ja. Maar ook als andere spraken had hij vragen en hij lette duidelijk heel goed op. Hij was heel erg levendig en heel vrolijk ook. Ja. Het grootste deel van de tijd. Ja, ja.
En die roem dat die cameraploegen maakten, niet dat het hele instituut eigenlijk ook een soort circus act was geworden. Nou, het was een vrij groot instituut en zijn roem speelde zich volledig af op de begane grond. Dus zijn groep en natuurlijk zijn eigen kantoor en al die verpleegsters, ja, wegens zijn rolstoel, dit was allemaal op de begane grond. Ik zat bijvoorbeeld zelfs op de derde. Dus je kon je daar wel van afschermen. Maar om 4:00 PM had het hele department, waar nog 2 groepen, hoge energiefysica, waar ik zelf zat, en hydrodynamica en vloeistofstroom en zo. We hadden allemaal om 4:00 thee in de common room, zoiets als dit formaat, maar dan vlak. Aha. En daar was hij dan ook met zijn groep en ook vaak een cameraploeg. Dus dan kreeg je dat wel mee. Ja, ja. En thee en Hawking was niet zo'n gelukkige combinatie. Nou ja, dat is wel triest eigenlijk. Dus hij kreeg dan thee van Elaine, dus zijn latere vrouw, en had een slabbetje. En dat was een ontzettend geknoei echt. En ik vraag me af waarom hij dat wel zo wilde, maar hij vond dat heel grappig. Dus het was echt alsof je bijna een kind zat te voeren. Dat deed hij trouwens heel liefdevol, vind ik. En het werd alsmaar erg. Hij droeg altijd een pak en een mooi shirt. En in plaats van in huilen uit te barsten, als hij dat nog kon, vond hij dat echt allemaal heel grappig. Ja, ja. Dus hij had altijd een hele grappige grijns van over zijn situatie en alle aandacht en alles wat fout ging. En hij viel ook wel eens uit zijn rolstoel. En dat vond hij ook allemaal. Daar ging echt met een groot gevoel voor humor mee om. Ja, ja. En dat is fantastisch. Want hij moet enorme depressies hebben gehad. Dat schrijft ook zijn eerste vrouw in haar boek over hem, waar de film ook op is gebaseerd. Zij moet duistere en sombere momenten hebben gehad. Maar in ieder geval in publiek was hij altijd vrolijk, heel jongensachtige lach. Ja. En hij straalde dat goede humeur ook echt uit. Dus ook niet alleen als die pizza's werden binnengebracht. Maar zodra hij binnenkwam, iedereen werd vrolijk. Je hebt mensen die dat effect hebben. Ja. Maar iemand die half dood in een rolstoel, dat die nog dat effect heeft. Maakt het extra bijzonder. Hij zat echt, ik weet niet of iedereen, hij zat dus helemaal zo. Maar wel altijd te lachen in die gekke houding. Grijns was de goede buitengewoon, ja. Je zei al, zijn theorieën had hij toen voor een deel, of voor een aanzienlijk deel al eigenlijk neergezet. Als je nou zou moeten aangeven, rond zijn dood was natuurlijk een sfeer van de grootste fysicus ooit. Ja. Ik geloof dat je dat zelf wat wilde relativeren, ook in de reactie die je toen gaf. Ja. Maar wel belangrijk, dat zei je wel. Nou, onmiskenbaar. Ik vind zijn beste fase toen hij promovendus was. Toen had hij al die ziekte, maar toen kon hij gewoon wel nog lopen met een stok. Toen kon hij nog schrijven en rekenen. Daarin bewees hij dat het heelal een begin moet hebben gehad als singulariteit. Dus waar de ruimte en tijd ophouden, de oneindige dichtheid van materie heerst en de natuurwetten eigenlijk niet meer kunnen bestaan. Dat vind ik nog steeds zijn grootste resultaat. Ja. En dat bewees hij eigenlijk op grond van een klein aantal waarnemingen en heel erg diepe wiskunde. Dus dat is fantastisch. Ik heb van al zijn boeken er maar 1 gelezen. Dat is zijn eerste boek. Dat heet The Large Scale Structure of Spacetime. Uh-huh. Dat is een heel moeilijk technisch wiskundig boek. Dat is absoluut geniaal, vind ik. Ja. Dan is zijn tweede grote ding de thermodynamica van zwarte gaten. Dus het idee dat een zwart gat ook thermisch gedrag heeft, warmte uitstraalt en dan de Hawking-temperatuur die daarbij hoort. Dat was in 1975 ongeveer af, dat werk. Dat is ook nog geniaal. Minder wiskundig, maar fysisch heel, heel diep gezien. En daarna werd hij een slachtoffer van zijn ziekte en de media en ook van het feit dat hij echt toen alles in zijn hoofd moest doen. Ja. Wat hij trouwens, hij schijnt een soort fotografisch geheugen te hebben gehad. Hij was wiskundig, hij kon toch wel allemaal stellingen bewijzen in zijn hoofd, maar daar kom je toch maar zo ver mee. Ja. Okay. En daarna werd hij meer een soort visionair, een soort ziener, een mysticus zou ik bijna zeggen. Maar even strikt op de natuurkunde gericht, een paar grote dingen gedaan die ook effect hadden in de natuurkunde daarna. Ja, nou groot en ook heel origineel. Dus zowel die stelling over het begin van het heelal, niemand dacht daaraan. Zwarte gaten die warmte uitstralen en zelfs kunnen verdampen, dat was gewoon komeetachtig als inslag in de natuurkunde. Ja. En daar zijn nog steeds heel veel ideeën op gebaseerd. Precies. Nou, daar gaan we vanavond in ieder geval. Maar ik heb het als met André Hazes. Dus gewoon de eerste 2 platen die waren de beste. En daarna had hij ook wel op kunnen houden. En dat idee heb ik met Steven eigenlijk ook. Oké. Okay. Nou ja, je mag het zeggen. Dat vind ik wel. Goed. Zijn dood. Schok. Hoe was jouw dag toen? Nou, die was heel raar. Ik was ten eerste zeer ontroerd. Ik moest bijna huilen, echt. Dat is ook gebeurd toen Johan Cruijff overleed, trouwens. En dat komt door de Volkskrant. Die had toen een enorme kop van Johan Cruijff
op de voorpagina. Ja. Dat was ook, wij zijn beide de Volkskrant, dus dat was ook Johan Cruijff. Toen ben ik echt volgeschoten. Toen dacht, dat is toch iemand, die is er nu niet meer. Ja. Met Steven werd gewoon vanaf 7 uur 's ochtends gebeld door kranten en tv. Ja. Dus had ik niet echt de kans op die emoties. En ik moest ook een college geven die middag om 2 uur. Wat heel toevallig gewoon echt over die singulariteitenstelling zou gaan. Dat was een wiskundecollege voor 15-jaars. Maar echt heel moeilijk om uit te leggen. Daar kwam ik dus totaal niet aan toe. Dat college was een flop van je welste. Maar ik was echt vrij geëmotioneerd. Ja, en ja, ja. Het is echt een icoon. Ja. Net als Cruijff. Gewoon een icoon. Gewoon een van de grootste mensen in zijn gebied. En ook nog een heel, heel aparte figuur. Precies. Nou, die herinnering die staat. Klaas, dank je wel voor nu. Wij zien je straks terug. En ik ga verder met de andere gasten. Dank je wel. Okay. Klaas Landsman. Tot later. En mijn twee andere gasten, ik haal ze maar meteen op het podium, zijn Manus Visser en Marcel Vonk. En even voor alle duidelijkheid, dit is Manus Visser en dat is Marcel Vonk. Niet omwisselen dus. Toeval of niet, allebei van de Universiteit van Amsterdam. Ze werken ongeveer 1 deur van elkaar. Ze doen niet hetzelfde werk, grappig genoeg. Althans, voor zover ik het begrepen heb. Heel verschillend dus. Begin even met Manus Visser, theoretisch fysicus. Promovendus bij Erik Verlinde. Ja, klopt. Erik Verlinde, beroemd om zijn eigenzinnige kijk op zwaartekracht. Ja. Werk je daar zelf ook aan? Ja, zeker. Dat is ook wel hoe ik geïnteresseerd ben geraakt eigenlijk. In de natuurkunde, denk ik. Omdat hij heeft in 2010, dus dat is nu 8 jaar geleden, ja, heeft hij een beroemd artikel gepubliceerd over de oorsprong van zwaartekracht. Ja. Daar gaat ook mijn promotieonderzoek over. En toen dacht ik echt van, oké, dit wil ik doen. Ik wil hier onderzoek in doen. Toen heb ik contact met hem gezocht. En nu promoveer ik bij hem. Ja, ja, ja. Behalve natuurkundige ben je ook filosoof. Ja, nou, dat je zou ik met een korreltje zout nemen, maar... ik heb filosofie gestudeerd, ook een master in de filosofie van de natuurkunde gedaan. Dus dat is wel een beetje de richting die mij interesseert. Help je heel dat abstract bij je... denken over natuurkunde. Ja, ja. Dat helpt elkaar ook. Ja, ik denk het wel. Zeker over de zwaartekracht. Er zijn toch wel hele conceptuele vragen ook. Zeker, bijvoorbeeld, wat betekent emergentie van zwaartekracht? Daar straks over hebben. En ik denk die conceptuele insteek, dat helpt wel inderdaad. Ja, je kunt jezelf misschien wat dat betreft ook een beetje op de rails houden zo nu. Nou, uiteindelijk moet je natuurlijk wel ook gewoon berekeningen doen en een wiskundig model hebben waarin alles klopt. Ja. Maar ja, in deze fase, laat ik het zo zeggen, in deze fase van de ontwikkeling van de theorie, zeg maar, over de nieuwe theorie over zwaartekracht, is het gewoon ook nog heel... speculatief en gebaseerd op intuïtie. Dus ja, vaak zit ik ook wel met Erik zonder vergelijkingen op te schrijven, gewoon te discussiëren van, ja, wat zijn nou de juiste aannames die we moeten maken en waar moet het eigenlijk naartoe? Ja, en dat is omdat je moet pionieren ook best onzeker, ja, wat je moet doen daar. Ja. Ja. Oké, daar gaan we straks meer over horen. We hoorden al iets over Hawking. Heb jij daar zelf... Heb jij iets met hem of met zijn werk? Ja, wel, maar ik heb hem nooit gezien of gekend. Alleen nee. Maar wel veel lezingen van hem gekeken natuurlijk. Ik had heel graag... Ja, hij is wel echt een held voor mij, een voorbeeld. Ja. Maar hij is natuurlijk ook wel wat ouder. Dus mijn directe voorbeelden waren eigenlijk meer Erik Verlinde en Robert Dijkgraaf. Ja. En ik wilde vorig jaar eigenlijk heel graag naar... Er was een conferentie over hem, omdat hij 75 jaar oud was. En daar ben ik niet toe gegaan, daar heb ik wel spijt van. Maar er was wel een belangrijke gewoon reden. Praktische redenen. Ja, daar kon ik niet naartoe. Ja. Eigenlijk vooral in zijn werk, in mijn werk kom ik zijn werk heel erg tegen. En ja, ja. Ik lees zijn artikelen ook wel met veel interesse. Ja. Ja. Goede artikelen, mooi geschreven. Ja, echt. Slim. Heel briljant en kort en scherp. En ja, hij kon wel echt heel goed schrijven. Is dat niet ook een beetje griezelig om zulk mooi werk te zien? Ja, en dan die artikelen uit de jaren 70. Die zijn, ja, ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft, maar... Want toen was hij zelf
Nou ja, zoiets als jij. Ja, iets nog jonger zelfs. Ja, nog jonger. Volgens shit. Mij wel. Ja. ik wilde niks mee. Ja. Oké, je bent nog met je proefschrift bezig. Ja. Wanneer kunnen we dat tegemoet zien? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Schatting? Half jaar. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar je bent dus al een heel eind onderweg, zou je kunnen zeggen. Ja. Oké, okay, duidelijk. We gaan naar Marcel Vonk. Ook theoretisch fysicus. Gepromoveerd in Utrecht of Amsterdam? Dat is een goede vraag altijd. Want, ik ben ook bij Erik Verlinden gepromoveerd. Ja. En die zat eerst in Utrecht, ging toen naar Princeton, ging toen naar Amsterdam. Heeft mij in de tussentijd nog aan Robert Dijkgraaf overgedaan. Dus uiteindelijk staat Amsterdam op mijn bul, maar ik zat het grootste deel van de tijd in Utrecht. Ja, oké. Okay. Nou, dat maakt ook eigenlijk op kosmische schaal maakt niet heel uit natuurlijk. Uit. Nee. Je werkt nu bij de UvA. Zo mag ik het wel zeggen. Dat je pokerkampioen bent, zo nu en dan, dat weet misschien niet iedereen. En dat doet er ook niet toe. Maar het is wel leuk om te weten dat je af en toe ook behoorlijk scoort. Je zit vaak in het casino hierachter. Ja, hier vlakbij, om de hoek. Inderdaad. En wil het een beetje lukken ook, qua pokeren en winnen? Ja, zo nu en dan wel. We gaan over een maand weer naar Las Vegas voor de wereldkampioenschap. We drijven nu een beetje af, maar dat geeft het niet. is poker een wetenschap of een spelletje? Geen van beide. Het is meer een spel dan wetenschap. Maar, zit wel, maar het helpt wel als je scherp kunt nadenken. Het analytisch vermogen helpt zeker. Ja. Ja, het is meer wiskundig dan psychologisch, zoals mensen vaak Maar denken. Het helpt toch vooral zeg maar, je natuurkunde, dat je op die manier kunt nadenken. Hoop ik tenminste. Het is een leuke afwisseling. Het helpt wat voor onderwerpen hou jij als theoretisch natuurkundige momenteel mee bezig? Ik ben vooral bezig met de mathematische fysica. Dus echt de wiskunde die onder de natuurkunde ligt, zeg maar. Oké, okay. En dat betekent, wat doe je dan? Ziet dat eruit in de praktijk? In de praktijk is dat, het is een onderwerp wat resurgence heet. En dat heeft te maken met, Richard Feynman heeft ons als natuurkundige ooit geleerd hoe we met die ingewikkelde kwantumtheorieën om kunnen gaan. En hoe we een reeks van benaderingen kunnen opstellen die steeds beter is. Maar het blijkt dat die reeks van benaderingen nog lang niet alles vertelt. En ik probeer technieken te ontwikkelen en te gebruiken die daar dat verbeteren. Een van de merkwaardige dingen aan nadenken over het universum, over de fysica van onze omgeving, is dat het altijd toch min of meer in wiskunde moet gebeuren. Volgens mij heeft Robert Dijkgraaf zelfs wel over de onredelijke juistheid van de wiskunde als het gaat om het beschrijven van het universum. Snappen jullie? Dat is een artikel van... Het is zelfs een ouder artikel. Van Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Sciences, zo heet het geloof ik. Alleen, van wie? Van Eugene Wigner. Wigner. Dus ja, dan waarom het is eigenlijk alle natuurwetenschappen die gebruiken een taal, dat de wiskunde is. En daarmee kunnen we de werkelijkheid beschrijven. En ja, dat is een soort heel raar feit eigenlijk, of gegeven waarom dat zo is. Maar... Het is niet logisch dat zo moet kunnen, toch? Ja. Het is niet logisch dat de natuur logisch is. Wiskunde is de taal van de logica, zeg maar. Ja, de natuur om ons heen is logisch. Dus je kunt ook zeggen, we modelleren die wiskunde een beetje op wat we om ons heen zien. Ja. Maar ja, waarom de natuur zo volgens regelmaat en logica in elkaar zit. Het is wel een cadeautje, want stel nou dat het alleen maar in de gezongen verzen moest of zo. Dat zou toch een stuk ingewikkelder worden. Dan was ik geen natuurkundige. Dan was je geen natuurkundige geworden. Het is natuurlijk ook het succes van de natuurwetenschappen, waarom we eigenlijk zoveel vooruitkomen. Ja. Heeft ook deels met die wiskunde te maken, omdat dat gewoon een heel scherp model vaak is, wat goede voorspellingen kan doen. Waardoor we weten of een bepaalde theorie klopt of niet. Bijvoorbeeld die van Einstein, die kun je gewoon testen. Maar het is ook een heel mooi wiskundig raamwerk. Ja, dus het is een kraakheldere taal ook. Ja, zeker. Je, ja. Die je kunt testen. Zonder kunnen we eigenlijk gebruiken. Niet wetenschap bedrijven. Nee. Jullie doen dus eigenlijk de hele dag niks anders dan wiskunde. En toevallig gaat het over de wereld. Ja, wel een beetje van beide natuurlijk. Omdat, wiskunde op zich zegt niets over de werkelijkheid. Het is alleen maar gebaseerd op aannames en definities. Ja. Maar je wil natuurlijk wel ook de vertaalslag maken met naar de werkelijkheid. Dus vaak probeer je dingen uit. En dat is wel
dat is lastig, maar... Het is hard werken en over een half jaar is het klaar. Dat is in ieder geval een mooi vooruitzicht. Dat trouwens is helemaal niet klaar natuurlijk, want daarna ga je gewoon verder. Marcel Vonk, je hebt een boek geschreven dat gaat... Dat heet trouwens ook zo. Het gaat over zwarte gaten. Klopt. Ja. Jij houdt je met de zwaartekracht bezig, de oorsprong van zwaartekracht. We spreken hier over frisse blikken op de kosmos. Kunnen jullie in kort bestek, mag kiezen wie er begint, maar het idee dat je het over zwaartekracht moet hebben als je het over de kosmos hebt, dat is eigenlijk helemaal niet zo logisch, toch? Eigenlijk heel gek, hè? Nee, Marcel, waarom is zwaartekracht zo'n belangrijk element in het verhaal van de kosmos? Er zijn een aantal redenen voor. En de eerste is simpelweg, het is eigenlijk de enige kracht die, voor zover wij weten, alleen maar aantrekkend werkt. Ja. Dus als je de elektrische kracht hebt, twee geladen deeltjes kunnen elkaar aantrekken of afstoten. En als je dan heel veel elektrisch geladen deeltjes bij elkaar stopt met een beetje willekeurige ladingen. En je zet ergens verderop ook weer heel veel, een ander sterrenstelsel, zeg maar, met ook weer heel veel van die ladingen. Ja. Dan zullen die elektrische krachten zullen bijna opheffen, want de helft van de deeltjes stoot elkaar af en de helft trekt elkaar aan. Ja. Maar al die zwaartekracht telt bij elkaar op. En dus is die zwaartekracht op kosmische schaal eigenlijk verreweg de belangrijkste schaal. Dus dat is eigenlijk de kracht die op dat soort schalen van belang is? Ja, en eigenlijk heel gek, hè? Want het is eigenlijk de zwakste kracht die we kennen in het hele kleine schaal, zeg maar. Ja, als je het bekende experiment is, neem een sleutelbos en til die op met een magneet. Wat je dan misschien niet direct beseft, is dat de magnetische kracht van dat ene kleine magneetje overwint de zwaartekracht van die enorme aarde, van 12.000 kilometer steen. Ja. Dus die zwaartekracht is echt veel zwakker, maar ja, op grote schaal is het de enige kracht die overwint. Als je maar genoeg materie kennelijk bij elkaar zet, dan kan het heel wat opleveren. Precies, ja. En als je maar 13 miljard jaar de tijd neemt om... Moet je de zwaartekracht begrijpen, Manus, om te begrijpen hoe het universum in elkaar steekt? Ja, absoluut. Zoals Marcel zei, is het eigenlijk de belangrijkste kracht in het heelal. En zwaartekracht heeft, dat heeft Einstein ons geleerd, heeft natuurlijk ook te maken met ruimte-tijd. Dus eigenlijk, ja, we beschrijven het heelal als een ruimte-tijd. En die ruimte-tijd, dat is weer een oplossing van Einsteins theorie van zwaartekracht. En die ontwikkelt zich op een bepaalde manier in de tijd. Dus omdat zwaartekracht en ruimte-tijd aan elkaar gelinkt zijn, heb je, ja, is het eigenlijk een heel groot onderdeel van de beschrijving van het heelal. En verder heb je natuurlijk dat, ja, je hebt een aantal problemen eigenlijk in de kosmologie. Misschien moeten we het daar straks over hebben. In ieder geval even aan wat je bedoelt. Nou, je hebt ook de uitdijing. We weten dat ons heelal uitdijdt en zelfs versneld uitdijdt. En dat kan je eigenlijk ook begrijpen door een bepaalde... Ja, door een soort negatieve druk, maar dat heeft eigenlijk ook met zwaartekracht te maken. Mm-hmm. En je kunt dat beschrijven met een bepaalde constante in Einsteins theorie. Dat heet de zogeheten kosmologische constante. En dat is eigenlijk gewoon dat is onderdeel van Einsteins theorie. En daarmee kan je die uitdijing ook beschrijven. Ja, dus je kunt eigenlijk wat je aan de sterrenhemel waarneemt, wat men waarneemt, want dat doe je niet zelf. Ja, heel veel daarvan kun je met Einsteins theorie... Ja. Beschrijven van de zwaartekracht. Einstein schreef formules op. Wat je aan de hemel ziet zijn in zekere zin oplossingen van die formules. Wat daar gebeurt moet je kunnen afleiden uit die formules. Is dat zo, Marcel Vonk? Ja, dat klopt wel. Ja. Hij deed dat voor een heel zinnelijk deel niet zelf, als ik het goed begrepen heb. Hij schreef wel de formules op, maar wat daar aan effecten uit zou komen, dat liet hij aan anderen? Dat doen we met z'n allen al 100 jaar lang. Hè? Bijvoorbeeld de oplossing die dan een zwart gat beschrijft, is door Carl Schwarzschild vlak na Einstein beschreven. Ja, en hoe werkt dat dan? Je hebt een formule waar je de uitkomsten eigenlijk nog van moet bepalen. Ja, dus... Hoe kom je dan bij een zwart gat terecht? Kun je ongeveer beschrijven hoe dat werkt? Nou ja, die formule van Einstein die zegt eigenlijk... Als je ruimte hebt, ruimte was in zijn verhaal een soort van rubber, of eigenlijk ruimte en tijd zelfs samen, dan kan dat op die en die en die manier krommen. Ja. Maar vervolgens moet er dan nog iemand komen die uitrekent van al die mogelijkheden, wat gebeurt er nou als ik ergens echt een heel grote massa heb en hoe is die ruimtetijd dan precies gekromd? Dus dat oplossen van de vergelijking is weer een volgende stap. Want dan stel je eigenlijk voorwaarden aan de oplossingen die mogelijk zijn. Ja, precies. En dan komt eruit dat er op sommige plaatsen een zwart gat is en... Ja, precies. Dus ja, vergelijkend met een bad vol water. Je kunt eerst vergelijkingen opschrijven van wat kan er allemaal gebeuren met dat water. Ja.
Maar vervolgens, als iemand een bal in het water laat vallen, en je wil precies de golven uitrekenen die daaruit ontstaan, dat is weer een stap verder. Ja, dan zijn, is de randvoorwaarde is bal in het water. Precies, ja. Ja. En bij een zwart gat, wat is dan de randvoorwaarde? Een hele grote massa. Een heleboel materie bij elkaar. En even gewoon in taal, wat is de oplossing van dat probleem? Ja, een bepaald gekromde ruimte die er een beetje uitziet als een soort een draaikolkachtig. Ja, iets, waar dingen invallen en nooit meer uitkomen is altijd het populaire beeld. Ja, dus een van de dingen die Einstein liet zien was, je kunt niet sneller bewegen dan het licht. Hoeveel energie je ergens ook inpompt, je zult nooit sneller gaan bewegen dan het licht. En bij een zwart gat zou je in theorie sneller moeten bewegen dan het licht om eraan te kunnen ontsnappen. En dus kan er helemaal niks aan ontsnappen. Ja. Even kijken, zwaartekracht in jullie verhaal is eigenlijk, zijn dit soort kwesties, maar niet volgens Einstein. Je zoekt eigenlijk naar de grondslag. Ja. Jullie is dan Verlinde Visser, laat ik het maar even zo zeggen. Het komt eigenlijk doordat Einsteins theorie de zwaartekracht goed beschrijft op hele grote schaal. Over zwarte gaten en in ons zonnestelsel en over de kosmos. Maar we weten dat er dat op de kleine schaal we eigenlijk een andere theorie gebruiken, namelijk van de kwantummechanica. En er is een heel groot probleem om die twee met elkaar te verbinden. Een oplossing daarvan zou je kunnen zeggen, zou kunnen zijn dat zwaartekracht eigenlijk op kleine schaal helemaal niet bestaat. En ruimte en tijd ook niet. En dat is ook gemotiveerd vanuit een andere theorie, de snaartheorie, dat die twee ook bij elkaar probeert te brengen. De theorie van Einstein en van de kwantummechanica. Ik wil eigenlijk twee belangrijke redenen noemen waarom zwaartekracht misschien op de allerkleinste schaal niet bestaat. Ja. En één is eigenlijk heel simpel, waar Marcel het ook net al over had. Het is niet een hele directe aanwijzing, maar het is wel een leuk gegeven. Dat zwaartekracht die werkt eigenlijk op alle massa's en alle vormen van energie. Ja. Terwijl de elektromagnetische kracht die werkt alleen op massa of deeltjes met lading. Mm-hmm. Positieve of negatieve lading. Dus niet op neutrale zoals de aarde. Dus een neutraal object, daar werkt het niet op. Ja. En de zwaartekracht heeft dus iets universeels. En dat weten we eigenlijk al heel lang sinds Newton en Kepler. Maar dat zou je kunnen denken dat lijkt heel erg op de thermodynamica. Want de thermodynamica dat werkt ook op heel veel verschillende soorten systemen. Thermodynamica is de warmteleer, Dus de theorie van gas en druk en zo. Die is ook heel universeel. Die werkt niet alleen op gassen, maar ook op andere systemen. Omdat die twee zijn dus allebei heel universeel. En we weten bij thermodynamica dat als je een gas hebt, dat bestaat weer uit moleculen, dat bestaat weer uit deeltjes. Ja. Of je hebt water, dat wordt dan beschreven door de zogenaamde hydrodynamica, maar dat bestaat ook weer uit kleinere deeltjes. En zo zou je kunnen denken dat misschien de ruimte ook weer bestaat uit atomen van de ruimte. We weten niet wat dat is. Die vergelijking tussen warmteleer en de zwaartekracht, die gaat eigenlijk veel sterker nog op, blijkt. En dat heeft Hawking deels ontdekt. Dat je eigenlijk vooral bij zwarte gaten. De zwarte gaten die blijken eigenlijk een soort thermisch systeem te zijn die ook warmte uitstralen. Ja. En de vergelijkingen, je kunt een aantal vergelijkingen voor zwarte gaten opschrijven. Vier vergelijkingen en dat zijn precies dezelfde vier vergelijkingen als de hoofdwetten van de thermodynamica. Wat een bizar toeval is, Eigenlijk, wij denken dus dat het niet toeval is, maar dat het iets heel dieps vertelt over zwaartekracht. Mm-hmm. Namelijk, je kunt eigenlijk de wetten van Einstein, die kun je dus als een soort van thermodynamische hoofdwetten opschrijven. En dan vooral bij zwarte gaten, maar ook in het algemeen bij een waarnemingshorizon. En je kunt die redenering eigenlijk ook omdraaien. Je kunt ook beginnen met de wetten van de thermodynamica en daaruit de zwaartekrachtswetten van Einstein afleiden. Ja. En daar heeft Verlinde een belangrijke rol in gespeeld, maar ook Ted Jacobsen. En door die redenering als het ware om te draaien,
kun je denken van nou, er moet misschien een oorsprong zijn van zwaartekracht. Dus net zoals dat je warmteleer eigenlijk uit een soort statistisch-mechanische beschrijving kunt afleiden. Dus door een soort van algemene kennis te hebben over hoe snel moleculen zich bewegen bijvoorbeeld. Daaruit kun je eigenlijk die hoofdwetten van een thermodynamica afleiden. Mm-hmm. En we proberen hetzelfde voor zwaartekracht. Maar hoewel, bij gassen weet ik, dat weet ik ook niet, maar heb je moleculen? Of, ja. Hè? Maar ja, hoe dus zit we dat zijn eigenlijk op zoek. Wat is dan dat spul waar de zwaartekracht uitkomt? Dat eerlijke antwoord is dat we dat niet weten, maar we hebben wel aanwijzingen daarvoor. Ook uit de snaartheorie eigenlijk vooral. Want ja, dus een belangrijk succes van de snaartheorie is dat het... een belangrijk eigenschap van zwarte gaten kan afleiden, namelijk de entropie van een zwart gat. Eigenlijk hoeveel informatie er in een zwart gat zit. Dat kan je afleiden vanuit snaartheorie. Dus dan weet je al iets over het microscopische plaatje van een zwart gat. Het snaartheorie, even gewoon tussendoor, is een theorie die begint met een soort abstracte snaartjes in weet ik hoeveel dimensies. Ja, een hele kleine schaal. Helemaal abstract. En daar los je dan uiteindelijk dingen over en daar kun je dingen uit afleiden over zwarte gaten. Ja. Ja. En wil dat dan ook zeggen, bedoel, die zwarte gaten, bestaan die eigenlijk? Zullen we het daar even over eens worden? Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Onthoud dat. Dat wil niet zeggen dat die snaren ook bestaan. Zelfs als je ze zeg maar, op deze manier de zwarte gaten... Nee, eigenlijk bijvoorbeeld recent zijn dan zwaartekrachtsgolven... Nou, ja. Alweer 2 jaar geleden of zo, zwaartekrachtsgolven gevonden van 2 zwarte gaten die heel snel om elkaar bewegen en uiteindelijk samenvloeien tot 1 zwart gat. Maar dat kan allemaal beschreven worden met de wetten van Einstein. Ja. Dus waar wij eigenlijk op zoek naar zijn, is een soort van een verklaring van wetten van Einstein. Je hebt de Einstein-vergelijking, alleen we weten eigenlijk niet waar die vandaan komt. En die zou je misschien kunnen afleiden. En wat ik wel interessant vind, is dat er is een beroemde quote van Newton, die eigenlijk zoiets zei van, ja, ik heb een verklaring gegeven voor hoe planeten zich gedragen en hoe de zee zich gedraagt, maar ik heb niet de oorzaak van zwaartekracht gevonden. En ja, dat is eigenlijk waar de wetenschap, of in ieder geval ons vakgebied, nu naartoe gaat. Ja. Okay. En Hawking is daar eigenlijk mee begonnen. Dus zijn ontdekkingen over de thermodynamica zijn heel erg belangrijk daarvoor geweest. Ja, ja, ja. Marcel Vonk, je hebt dat boek over zwarte gaten geschreven. Maar eigenlijk is dat maar een deel van alle heisa die de vergelijkingen van Einstein kunnen laten zien. Ja. Een daarvan is heel duidelijk, is het uitdijend heelal. Manus had het er net al even over. Ja. Hij geloofde daar zelf in eerste instantie niet in, begreep ik. Ja, dat is altijd een beetje de vraag. Er wordt wel eens gezegd dat Einstein gezegd zou hebben dat uitdijen zijn grootste blunder ooit geweest was. Maar ik geloof dat historici daar toch niet zo over eens zijn. Maar het was in die tijd natuurlijk heel erg gek. Hè? Je kon inderdaad met die vergelijking van Einstein kon je weer oplossingen voor verzinnen. En een mogelijke oplossing was een versneld uitdijend heelal. Dus in zekere zin... Ja, had Einstein op dat moment al kunnen voorspellen dat we in de jaren 90 dat zouden gaan waarnemen. Ja, ja. En dat is ook waargenomen. Ja. Waarbij Einstein eigenlijk gek genoeg achteraf gewoon gelijk kreeg. Ja, ja. Dus we konden in de jaren 90 aan de hand van heel verre sterren, supernova's, die een heel bekende helderheid hebben, konden we precies uitrekenen van hoe hard bewegen die sterren nou van ons af, als hoe ver weg staan. Ja. En daar kon toen met voldoende nauwkeurigheid uit gemeten worden dat hoe verder ze weg stonden, hoe sneller ze gingen en dat het dus ook echt versneld uitdeed. Ja. En dat is knettergek eigenlijk natuurlijk, want we hebben het over zwaartekracht en zwaartekracht trekt altijd aan. Dus je zou verwachten dat dingen juist veel trager gaan bewegen. Ik weet dat ik in die tijd voor de krant wel schreef over een soort anti-zwaartekracht en dan kreeg ik meteen ruzie met alle theoretici. Ja, daar moet je mee oppassen dus inderdaad, want het is niet zo dat de zwaartekracht zelf opeens van teken omdraait en dat dingen wel gaan afstoten. Nee, er is echt iets anders aan. Er is dus een ander soort donkere energie, zijn we het maar gaan noemen, bij gebrek aan een beter woord, die een soort omgekeerde druk heeft. Hè. Als een ballon druk heeft en je maakt die ballon groter, dan wordt die druk wat minder. Ja. Hier is het dus juist zo dat als het heelal groter wordt, dan wordt die druk meer en gaan dingen dus juist sneller. Ja, ja. Maar waar dat vandaan komt?
No one knows. Nee. Nee. Wel een mooie vraag om over na te denken natuurlijk. Nou, volgens mij ook typisch een vraag waar juist mensen als Erik en Manus mee bezig zijn. Want zit dat in jullie wensenpakket? Moet dat ook Ja, uiteindelijk wil je wel dat je eigenlijk een microscopisch model hebt van het heelal, waar donkere energie dan een onderdeel van is. Waarbij je dus precies die kosmologische constante eigenlijk kunt afleiden als een soort temperatuur misschien wel van dat model. Het klinkt ambitieus. Ja, dat is het ook wel. is geen belemmering. Nou, het is natuurlijk ook wel heel ambitieus. Maar je probeert misschien toch kleine stappen te maken. En het is wel heel belangrijk, omdat het ook misschien andere fenomenen kan verklaren die dan te maken hebben met donkere materie. En die fenomenen die kun je echt waarnemen. Donkere materie, even heel kort. Ja. Donkere materie is eigenlijk een probleem wat op iets kleinere schaal zich afspeelt. Dus op schaal van sterrenstelsels. Ja. En omdat we kunnen eigenlijk waarnemen hoe hard sterrenstelsels draaien. En we kunnen ook waarnemen aan de hand van het licht hoeveel massa er in een sterrenstelsel zit. Mm-hmm. En op basis van Einstein's of Newton's theorie kun je dan een voorspelling maken van hoe snel die sterren om het centrum heen bewegen. Ja. En die voorspelling... Zonder weg te vliegen. Zonder weg te vliegen, ja. Dus ze moeten wel in een baan blijven, want ze draaien natuurlijk... Buiten de sterren die draaien om het centrum heen. En die voorspelling van Newton en Einstein die blijkt eigenlijk heel erg... die blijkt totaal niet te kloppen met wat we waarnemen. We nemen eigenlijk waar dat die sterren veel sneller eromheen bewegen. En ja, dat kan twee verklaringen hebben. Of dat er gewoon meer massa zit in een sterrenstelsel. En dat noemen we dan donkere materie, omdat we niet weten wat het is en we zien het niet. Ja. Zoals jullie eigenlijk alles wat je niet begrijpt donker noemen. Ja, blijkbaar wel. Ja. En een andere oplossing is dat de theorie van Einstein en Newton niet kloppen op die schaal. Ja. Dus dat we eigenlijk een aanpassing moeten doen, waardoor er toch meer zwaartekracht op grote afstanden is. En dat laatste, is dat wat de theorie van Verlinde en waar jij aan werkt zou kunnen betekenen? Ja, dus wat Verlinde heeft gedaan, is hij heeft een berekening gedaan waarin hij een wet afleidt, die we eigenlijk ook al in de waarnemingen zagen, die precies die extra zwaartekracht kan verklaren. En in zijn model, verbindt hij eigenlijk het probleem van donkere energie met het probleem van donkere materie. En daarom zeg ik dat het wel, als je zo'n model maakt, en dan kun je misschien wel in het begin beginnen met een soort van te simplistisch model, een versimpeld model. Ja. Waarmee je toch iets probeert te zeggen over die waarnemingen in sterrenstelsels. En dat moet allemaal binnen een half jaar. Dat lijkt me vrij snel. Oké, laten we eens even wat vragen stellen. Dat is misschien ook wel goed. U bent er nog steeds, zie ik. Misschien licht duizelig. Ik wel af en toe. Wie heeft er een vraag of een opmerking hierover? Een vraag over het universum mag ook, hoor. U hier. Zullen we even op de microfoon wachten? Ja, mijn naam is Dick Riphagen. Ik ben educator aan de Sterrenwacht Gooi-Verstreek. En daar maak ik deel uit van een team die cursussen geeft. Even de achtergrond. Mijn grote probleem is, wat die donkere materie betreft, waarom vinden we bij de baryonische materie allerlei dichtheidsverschillen, concentraties van zeer ijl tot zeer compact, terwijl in de donkere materie, althans voor mijn idee, nooit anders is verondersteld als dat het in een bepaalde verdeling is zonder concentraties. En is er nooit iets ontdekt dat er bijvoorbeeld, zoals we dat in de baryonische materie hebben, dat er kleine concentraties zijn, of zo'n stelsel bijvoorbeeld, waarbij de wetten van Newton en Einstein gelden, terwijl de donkere materie alleen maar zijn bestaansrecht heeft aan het feit dat het zwaartekracht geeft. Maar niet vergelijkbaar met de gedetailleerde verschillen van de baryonisch materie. Even baryonisch, met mijn boerenverstand, gewoon het spul dat we gewend zijn. De zichtbare materie, zowel in het hele spectrum. Precies, oké.
Ja. Anyone? Nou, het is niet helemaal zo dat overal donkere materie is. Dus wat het standaard model van de kosmologie eigenlijk zegt, is dat er bepaalde filamenten, structuren in het heelal zijn van donkere materie. En dat, daar zijn ook mooie plaatjes van. Maar en dat de gewone materie eigenlijk daar naartoe getrokken wordt. Uiteindelijk die gewone materie die vormt dan inderdaad bijvoorbeeld een planeet of een ster. Ja. Maar de donkere materie die zit daar als een soort van wolk, of dat wordt ook wel een halo genoemd, omheen. Waarom dat eigenlijk zo uitgebreid is, dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet precies of dat nou een logische reden eigenlijk heeft. Eigenlijk is de vraag, waarom zijn er geen planeten van donkere materie? Ik denk dat een van de redenen ook is dat met die donkere materie te kunnen verklaren wat we ermee willen verklaren, moet je aannemen dat die materie eigenlijk, behalve de zwaartekracht, nauwelijks interactie heeft met andere deeltjes en ook met zichzelf. Ja. En dingen als sterren en planeten ontstaan onder invloed van de zwaartekracht, maar ook doordat deeltjes daar continu met elkaar botsen en daardoor kleinere structuren gaan vormen. En dat laatste proces heb je heel weinig met donkere materie. Dus het gedraagt zich veel trager dan... Oké, nou, het is misschien het begin van een antwoord. Wie nog? Daar. Goeiedag. Ik las een paar maanden geleden over een sterrenstelsel dat precies bleek te voldoen aan de wetten van Newton en Einstein qua bewegingssnelheid en dergelijke. En in dat artikel werd althans de conclusie getrokken van, is er dan wellicht geen donkere materie aanwezig in dat sterrenstelsel? Wat voor gevolgen heeft deze waarneming voor de theorie van donkere materie dan wel dat de wetten van Einstein en Newton misschien wel niet kloppen op kosmische schaal? Manus? Ja, dat is een goede vraag. Het is wel, ik ben geen astronoom, maar wat ik ervan van mijn astronomenvrienden heb vernomen, is dat het nog wel een hele prille waarneming is, met iets van 10 waarnemingspunten of zo. Dus astronomen zijn het er ook nog niet helemaal over eens of daar geen donkere materie is. Maar wat is precies het probleem aan dat ding? Het klinkt zo respectloos, dat ding, stelsel. Ja, nou, als er geen extra zwaartekracht daar nodig is, dan zouden de donkere materie mensen zeggen, die zouden dan zeggen van nou, daar zit dat deeltje gewoon niet. Ja. En dat zit er dan wel ergens anders. Terwijl als je een zwaartekrachtstheorie maakt en je zegt op elke schaal, op een bepaalde hele grote schaal, is de zwaartekracht altijd anders. En als je dan één sterrenstelsel vindt dat daar niet aan voldoet, dan klopt je theorie gewoon niet, omdat die dus universeel geldig moet zijn. Ja, ja, ja. Dat niet wil zeggen dat de donkere materie aanhangers, om het zo maar te noemen, daar geen probleem hebben. Nee, dan is de vraag, waarom is daar dan net geen donkere materie en al die andere sterrenstelsels? Ja. Dus het is, laten we het dan interessant noemen. Het is een interessante waarneming. Interessant, ja. Want het stelt vragen bij de diverse opvattingen over hoe de zwaartekracht geregeld is daar. Ja. Ja. En er zijn veel artikelen daarna ook over verschenen. En ik weet ook, er is ook een andere tak van dat heet dan gemodificeerde Newtoniaanse zwaartekracht. Dus ook een andere manier om de zwaartekracht aan te passen. En die mensen hebben daar eigenlijk heel snel een artikel over geschreven, hoe precies die waarneming eigenlijk wel binnen hun model kan passen. En ook, ja. Dus die waren blij en tevreden? Nou, er was nog wel een bepaalde discrepantie, maar dat gaat dan altijd met bepaalde onzekerheden. Dat is dan nog wel ongeveer. Dus de discussie over dat specifieke sterrenstelsel is nog wel gaande. Ja, maar er zijn dus, zoals gezegd, heel veel sterrenstelsels waarin die afwijking heel groot is. Ja, er zijn nog veel meer andere sterrenstelsels dan die precies aan die ene wet voldoen, die ook Erik afleidt in zijn artikel. Ja, oké. Wie nog? Oei. In de verre buitengewesten van deze zaal. Goeiedag, nee, wacht even. Ho, ho. Eerst hier. Ik begrijp dat de theorie van Verlinde omstreden is bij wetenschappers. Om niet te zeggen dat hij op de nodige scepsis stuit. Ik vraag me af hoe Marcel Vonk daar tegenover staat.
Hebt u het idee dat Verlinde en meneer Visser in een goede richting zitten? Of denkt u dit past helemaal niet in hoe ik de dingen zie? Ik ben redelijk neutraal daarin, moet ik eerlijk zeggen. En dat mag op dezelfde gang gewoon... Dat mag op de zeker, ja. Okay. Ja. Kijk, het is duidelijk dat er een heel groot probleem is. Uiteindelijk is het probleem kwantummechanica en zwaartekracht gaan gewoon niet goed samen. En waar we eigenlijk allemaal mee bezig zijn, is om die zwaartekracht in dat framework te proppen. En daar komen dit soort ideeën uit. En wat ik denk dat ze in elk geval, volgens mijn intuïtie dan, wat die dan ook waard mogen zijn, in de goede richting zitten in de zin dat... We steeds meer beginnen te leren dat inderdaad die thermodynamica wel eens een sleutel tot de oplossing kan zijn. Ja, dus het manier van redeneren die ook in de warmteleer bijvoorbeeld aan de orde is. Precies, dus de richting zal zeker goed zijn. En of over 50 jaar dan blijkt dat exact dit de oplossing is, of dat het toch nog een paar zijpaden moet nemen. Want dat is de tijdschaal waarop we dit soort ideeën moeten beschouwen. 50 jaar? Wie weet, hè? Dat hangt er maar net vanaf hoeveel geniale mensen er met goede ideeën komen. Maar... Nou, dat is misschien wel een punt en dan gaan we even iets anders doen. Tot slot dus even hier. Is dit te bewijzen? Kun je testen, dit soort... Nou, om iets te bewijzen moet je eerst iets voorspellen. Ja. Er is nog niet een hele scherpe voorspelling... Zoals Einstein die bijvoorbeeld deed over Mercurius. De omloop van de kleinste planeet om de zon. Ja. Daar was een probleem mee en hij loste dat gewoon op. Ja. Jullie hebben niet Mercurius-achtig probleem. Nou, kijk, het donker materie is een soort van veelkoppig beest. Waar heel veel verschillende soorten bewijzen voor zijn. Dus je hebt het bewijs vanuit de sterrenstelsels, maar je hebt ook... clusters van sterrenstelsels, daarin kun je het ook vinden. Je kunt het ook vinden in het prille heelal. Dat heet dan de kosmische achtergrondstraling. Dus het eerste licht dat na de oerknal is uitgezonden, of dat wij nog kunnen zien. Daarin kun je ook donkere materie, of daar heb je ook donkere materie voor nodig om dat te verklaren. En donkere materie kan eigenlijk al die verschillende... situaties verklaren. Terwijl wij alleen nog maar naar één situatie, namelijk sterrenstelsels, hebben gekeken. Dus ja, de theorie is gewoon nog niet af. Nee. En naar die andere situaties moet ook worden gekeken. Maar daar wordt aan gewerkt. Daar wordt aan gesleuteld, ja. Het klinkt trouwens de hele tijd alsof jullie met z'n tweeën zijn. Hè? Erik Verlinde en jij, maar ik neem aan dat er toch meer mensen aan dit... Ja, er werken ook wel andere mensen aan, ja. Maar... was dat een vraag? Nou ja, is dit een beweging nou, in de theoretische fysica? Ik denk dat de vraag ook wel klopt, dat mensen nog wel sceptisch ernaar kijken. Ook omdat Erik heeft een soort van stip aan de horizon wat mij betreft gezet. Van daar moeten we naartoe en misschien klopt Einsteins theorie op grote schaal. Niet, ja. Maar er moeten eigenlijk veel meer mensen aan werken om dat überhaupt te staven en misschien een voorspelling te doen. En ik denk ook als we dat deeltje, dit donkere materie deeltje, niet vinden binnen 10, 20 jaar, dan gaan mensen ook wel daar, en dat zie je nu eigenlijk al, dat sommige mensen daar gewoon sceptisch tegenover staan en dus misschien wel... Ja, meer richting onze kant. Want er is, voor alle duidelijkheid, een speurtocht naar deeltjes die donkere materie zouden kunnen. Ja, er zijn tientallen experimenten die dat deeltje proberen te zien. Tot nog toe ziet men... Nee. Nee, niks. Ja. Wat ook niet gek is voor donkere materie misschien, maar je wil toch iets vinden. Ingewikkeld. Nog één vraag. Daar, de meneer in het groen. En er was daarachter nog iemand die heel woest begon te gebaren. Die gaan we ook nog even doen. Ja. Ja, bedankt. Ik zat mezelf te vragen of er een verband is tussen entanglement en zwarte gaten. Omdat beide te maken hebben met snelheid in diegels en de lichtsnelheid. Wow, dat laatste verstond ik niet. Omdat beide te maken hebben met? Snelheid in diegels en de lichtsnelheid. Oké. Okay. Ja. Dit is een... Dat je gewoon iets meet... Wat sneller is dan de lichtsnelheid. Dat is een beetje raar. Maar zo heel kort door de bocht. Heb je het vergelijkbaar gebied? Ja, dit is de vraag die je nu stelt is eigenlijk een heel wetenschapsgebied waar je hele boeken over vol kan schrijven. Sterker nog, dat heb ik gedaan. Maar even reclame. Zwarte gaten heet het boek. Het gaat over verstrengeling dan, dus in het Nederlands.
kwantumdeeltjes die eigenschappen delen, als het ware. Als het ene deeltje rechtsom draait, als je meet dat het ene deeltje rechtsom draait, dan weet je onmiddellijk dat het andere deeltje linksom draait. En juist in de buurt van zwarte gaten is het heel interessant om die verstrengeling te bestuderen. Want wat gebeurt er nou als één zo'n deeltje in een zwart gat valt? Dan zouden we er eigenlijk niks meer van moeten weten. Maar we hebben wel dat deeltje erbuiten nog. En kunnen we dan zo toch iets afleiden over wat in het zwarte gat gebeurt? Dus daar zijn heel veel open vragen over. Het is wel zo dat je er altijd één groot maar bij moet zetten. En dat is dat je met die verstrengeling niet informatie kan overbrengen. Dus het is niet zo dat ik twee verstrengelde deeltjes kan nemen, er eentje naar u in Utrecht of waar dan ook kan sturen, hier een meting kan doen en daardoor kan bepalen dat u een 1 of een 0 ziet en zo boodschappen kan overbrengen. En dus is dit ook nooit een manier om zeg maar weer informatie uit dat zwarte gat te krijgen. Dus in die zin is het niet een oplossing voor de problemen rond zwarte gaten of iets dergelijks. Maar het is wel heel interessant om juist dat begrip verstrengeling rond zwarte gaten goed te begrijpen. Even microfoon. Misschien andere eigenschappen. Recente artikel van een paar weken geleden, dacht ik. Als ik ja, sterker nog, verstrengeling oorspronkelijk ging helemaal niet over spin, maar ging over plaats en impuls bijvoorbeeld. Ook die begrippen kun je met elkaar verstrengelen. Dus. Ja, we gaan dus misschien als antwoord op deze vraag. Ja, is maar dat niet te technisch, want anders dan waait iedereen het universum in. Is dat er een verband misschien is tussen wormgaten en verstrengeling? Oké. Je hebt 1 minuut. Nee. Wormgaten. Dat was het. Nee, maar ik snap niet wat je zegt. Oh, oké. Zwarte gaten die kunnen een soort connectie maken met een ander deel van het universum. Dat heet dan een wormgat. En wat twee beroemde natuurkundigen, Maldacena en Susskind, eigenlijk zeggen, is dat zo'n wormgat eigenlijk te maken heeft met de verstrengeling van een microscopisch model voor een zwart gat. Dat die twee dingen eigenlijk hetzelfde zijn. Dus dat je zonder die verstrengeling geen wormgat zou hebben. En ze hebben daar een mooie slogan voor bedacht. En dat is ER is EPR. En ER staat voor Einstein en Rosen. En EP, die hebben dat wormgat bedacht eigenlijk. Yeah. En EPR staat voor Einstein, Podolsky en Rosen. En die hebben eigenlijk het eerste artikel over verstrengeling geschreven, zou je kunnen zeggen. Volgens mij wordt het ingewikkeld nu. Maar dat is niet erg. Want het is ingewikkeld, toch? We hebben nog die meneer, die moet nu echt. Ik weet niet hoe we hem gaan bereiken. Misschien via verstrengeling of zo. Nee, we hebben echt een microfoon nodig. Wacht even. Geef ook niet af, dat is dan ook. Denk aan onze mensen op het internet. Oké. Okay. Goedendag. Ik ben Hans van der Lubbe. Zal er op een gegeven moment een zwaartekrachtsboson worden gevonden? Is mijn vraag. Een zwaartekrachtsboson? Een deeltje dat de zwaartekracht geeft of maakt of overdraagt? Dat is een heel interessante vraag, want ja, we zijn eigenlijk gewend in de natuurkunde dat elke kracht die we zien, dat daar een deeltje bij hoort. Het foton bijvoorbeeld is het deeltje wat elektromagnetische kracht overdraagt. Dat is dan inderdaad wat we een boson noemen. En zo is er bij elke kracht is er wel zo'n deeltje. Alleen bij de zwaartekracht is dat maar de vraag of de zwaartekracht ook in datzelfde framework past en of daar ook een boson bij hoort. Of dat de zwaartekracht toch een ander soort kracht is waar dat niet het geval is. Ik heb eigenlijk geen idee of Erik en jij daar ideeën over hebben. Ik denk dat best kan bestaan. Maar of we het ooit gaan waarnemen, misschien dat Klaas daar een idee over heeft. We schuiven de vraag ook allemaal door. Ja, gewoon het graviton, of we dat ook echt... Klaas Landman, sta even op. Kijk, we hebben, je zegt, dat is toch gewoon het graviton. Leg even uit aan die meneer. Welke? Ja, ik zie alleen maar schijnde... hallo, ja. Nee, het graviton is eigenlijk wat het foton is voor licht en voor de elektromagnetische kracht. Is het graviton voor de zwaartekracht? En de vraag is denk ik of dat niet veel te klein en zwak en nietig is om het ooit te detecteren. Maar dat bestaat is gewoon een voorspelling van de algemene relativiteitstheorie. En wat doet dat graviton precies? Nou, het doet van alles. Dus gravitatie is anders dan de elektromagnetische kracht in dat het ook elkaar aantrekt. Dus als je hebt een...
positief geladen deeltje en een negatief geladen deeltje, dan trekken die elkaar aan via fotonen, via licht. Ja. Verwachten ze dat eigenlijk, maar het uitwisselen van licht doet het uiteindelijk. Maar dus alle graviterende materie, die doet dat via gravitonen, maar die trekken ook weer elkaar aan. Terwijl fotonen dat niet doen. Dus het is een heel erg niet lineair proces. En dat geeft wel hoop om het ooit te detecteren. Ja. Dus misschien is het antwoord ja, maar dat is de detectie van gravitatiegolven is al extreem moeilijk. Dat is nog lang niet dit. Dus gravitatiegolven zijn echt zeg maar golven als in de zee. En het is, nou, een hele kleine golf is knap als je kan meten. Maar één waterdruppeltje in een golf, om dat dan nog te meten, daar moet je nog heel veel fijner voor kunnen meten. Okay, en maar dat, wie weet, het is dat, interessant. Dat is in ieder geval nog niet gebeurd. Het is een hele goede vraag. Ja, okay. Goed, even tot hier. We gaan blijven rustig zitten, we gaan zo verder. Ik wilde u aankondigen, Lucas Keining. Lucas Keining van Nemo Kennislink, die ons meeneemt in een tour d'horizon door het universum. Lucas Keining. Dank u wel. Ik heb een vraag voor u. Wie kan zich het heelal goed voorstellen? Niemand, nee. Ik ga proberen wel te helpen om dat wel voor te stellen, maar misschien komen we uiteindelijk ook tot de conclusie dat het niet kan. En ik zal er ook een bepaalde reden voor geven. Maar we beginnen eerst met wat afstanden in het heelal, om daar een idee van te krijgen. Ik heb hier de aarde. En stel voor dat de aarde zo groot zou zijn, dan zou de maan dit formaat hebben. En dan ga ik met u proberen te achterhalen, geef ik mis aan u. Wat zou nou ongeveer de afstand zijn tussen de maan en de aarde? Heeft u een idee? Is dat zo of dichterbij of verder weg? Verder weg. Geeft u me maar door naar achter dan, als u wil. Als iemand vindt van nou, dit is wel goed, dan mag u stoproepen. Zoiets, ja? Wie denkt dat hij nog verder mag? Ja, oké, u heeft gelijk. Hij mag nog verder. Nog eentje, hij mag nog twee rijen achter. De afstand is dan 12 meter. De werkelijke afstand is 36.000 kilometer. Beats me. Maar, maakt niet uit. Maar het gaat om de verhouding, dus dat is behoorlijk ver, ziet u dat. Wat zegt u? 385.000 kilometer gemiddeld. Kijk, als u de draad kwijt, dan deze meneer die weet na afloop u precies te vertellen. Nee, u heeft goede kennis ervan. Dank u wel. Die komt zo weer deze kant op. De zon, dat is een, als dit de aarde is, is de zon een bol van 50 meter, 45 meter. Waar zou die zijn, denkt u? Roept dus wat. Utrecht. Wie denkt verder weg of dichterbij? Verder weg, ja. Het is in de arena. Hij zou dan net in de arena zou die op de middenstip. Het gras zou dan wel weer heel slecht worden waarschijnlijk als de zon daar zo zit. Maar we gaan nu een wat grotere afstand bekijken. En nu is de aarde niet een opblaasbol, maar een peperkorrel. En dan zou ik u willen vragen om de peperkorrel vast te houden. Kunt u die aan de hele zaal laten zien? Ziet u achterin ook de peperkorrel? Anders moet u dat voorstellen. Nou is de vraag, het dichtstbijzijnde ster, behalve de zon, hoe ver... En dat ik kan u wel verklappen, dat is een... moet ik even mijn aantekeningen erbij pakken? Proxima Centauri heet de dichtstbijzijnde ster. Die is 1,5 centimeter groot dan. Hoe ver zou dat ongeveer zijn, denkt u? Roept u maar. Utrecht, ja? Iemand nog verder? Ideeën? Peking? Ja. Nou, ik had New York, of eigenlijk Detroit, maar New York, dat kunt u misschien wat beter voorstellen. Dus een knikker van 1,5 centimeter in New York. En als u hem nog even omvoor gehouden, bent u hier de aarde en dat is dan de dichtstbijzijnde ster. Dus u kunt u voorstellen hoe enorm ver dat is, of dat hoop ik dat u dat kunt voorstellen. Dan de Poolster, een ster die iedereen wel kent waarschijnlijk. Die is nog een stukje verder. Die is kleiner dan de zon. Die is 15 centimeter zou die dan zijn. Nee, ik zeg dat trouwens Proxima Centauri is kleiner dan de zon. Te veel informatie. Maar hoe ver zou dat zijn? Roept u maar. Is dat nog op de aarde bijvoorbeeld, die afstand? Nee. Nee, het is 1,5 keer, dan mag u naar het volgende plaatje. Of...
Het is ongeveer 1,5 keer of 1,6 keer de afstand van de aarde tot de maan. En u ziet, de maan is zo klein, hè? Dus u ziet hem amper. Hij is nog verder dan de maan in die vergelijking. Maar nu gaan we nog een stapje verder. Je mag de peperkool houden als je wil. Dus, we gaan nu de aarde vergelijken met een kwark. En een kwark is het kleinste deeltje dat wij kennen. Dus op het plaatje wat we hier zien, hij kwam net ook al even aan bod. Dus je hebt een atoom, dan heb je de kern daarvan, er zit een proton in. En dan in die proton zit weer een kwark. En alles is daaruit opgebouwd. Ook kwark is opgebouwd uit kwarks, maar dat geheel terzijde. Stel nou dat een kwark, hè, zit in uw hoofd ook. Stel dat de aarde zo groot is. Hoe groot zou dan het zichtbare heelal zijn? Het zichtbare heelal is 46,5 miljard lichtjaar breed. Hoe groot zou dat dan zijn, ongeveer? Wat zegt u? Voetbal. Ja, wie denkt nog wat anders dan een voetbal? Orde grootte klopt aardig. Het is 15 meter breed dan. En hele grote voetbal. Ja, ja, precies. En dan zou u eigenlijk zo'n groot hoofd moeten hebben als een Amerikaanse president. Deze hoofden, die kent u waarschijnlijk wel, die zijn ongeveer 15 meter in doorsnee. Het is maar net hoe je berekent, want er zit natuurlijk heel veel rots aan vast. Maar als uw hoofd zo groot zou zijn, en dan kunt stel je voor dat u met een kwark kunt denken, dan zou u het heelal kunnen bevatten. Maar uw hoofd is veel te klein daarvoor. Dus dat is misschien wel een reden dat het niet kan. Maar nu kennen we nog een andere president met een heel groot hoofd. Misschien kan die dat wel voorstellen. Hij heeft een groot voorstellingsvermogen. Maar we zullen het zien. Dit was mijn bijdrage in de... Oké, Lucas Keining, dankjewel. Dank u wel. Waarbij natuurlijk de vraag ook een beetje is, kunt u zich voorstellen hoe klein een kwark is? Goeie, ja. Dat is misschien zelfs een vraag die je niet kunt beantwoorden in de zin van echte afmetingen. Maar dankjewel voor alle vergelijkingen. Ik heb er wat beter gevoel bij gekregen. Wij gaan eigenlijk meteen door naar een volgend onderdeel dat, nou, laten we zeggen, wat ongewoon is voor dit soort avonden. We doen het niet vaak, maar we onderbreken de wetenschap even. We onderbreken de wetenschap voor theater. Voor Jan van den Berg van Theater Ad Hoc, samen met zijn geluidmaker op gitaar, Jacques Palings. Zij spelen namelijk voor u, exclusief vanavond, een onderdeel van hun productie Oerknalvariaties. Een voorstelling, ja, dat is echt waar, die bestaat. Die voorstelling is helaas nu even uit roulatie. Komen jullie het podium op? Nee? Oh. Is nu even uit de roulatie, maar als die terugkomt, moet u er echt heen, want het is ongelooflijk. Dames en heren, Jan van den Berg en Jacques Palings.
vrijend heelal. De wereld was te klein toen ik dat begrip introduceerde. Een uitdijend heelal. Mijn collega Einstein, de grote Einstein, is er namelijk van overtuigd dat het heelal bestaat is. Niettemin complimenteert hij me ruiterlijk. En tijdens een wandeling in Brussel begroet hij mijn wiskunde. Om er vervolgens koeltjes aan toe te voegen dat hij het vanuit natuurkundig perspectief verschrikkelijk slecht vindt wat ik geschreven heb. Ah, excuseer. Laat ik mij eerst even voorstellen. De naam is Le Maire. Georges-Henri-Joseph-Edouard Le Maire. Georges. Priester en wetenschap. Wiskunde, natuurkunde, kosmologie. Voorzitter van de Pauwelijke Academie van Wetenschappen en professor de Universiteit Catholique de Louvain, Leuven. Maar mijn eerste taal is Frans. Dat je het vanuit natuurkundig perspectief verschrikkelijk slecht vindt wat ik geschreven heb, zegt Einstein me, maar ik laat mij niet imponeren. En al helemaal niet, omdat mijn theorie, dat het heelal uitdijdt, een logische consequentie betreft van zijn eigen relativiteitstheorie. Maar Einstein verzet zich hardnekkig en tegen beter weten in. Een spijt dat hij daarvan gehad heeft. De grootste blunder uit mijn leven, heeft hij erover gezegd later. Hoewel decennia later een zekere Marcel Vonk dat dan weer in twijfel zal dragen. Maar die is er nog niet op dit moment. Nu heb ik het geluk dat ik publiceer in een tijd waarin de argumenten voor mijn theorie zich in hoog tempo opstapelen. Niet in de laatste plaats dankzij de allernieuwste telescopen en de waarnemingen van Leavitt en Hubble. Waarnemingen die laten zien dat de sterrenstelsels zich van elkaar verwijderen, zowel de dichtbijen als die veraf. Dat het heelal als het ware wordt opgeblazen als een ballon. Of nog beter gezegd, dat het zichzelf opblaast. Kijk, ik zie dat zo. Als u een champagnekurk omhoog ziet schieten, dan mag je ervan uitgaan dat hij daarvoor een lagere positie ingenomen heeft. Toch? Dat iets die kurk omhoog heeft doen gaan. Dus als je ziet dat hele melkwegstelsels van elkaar wegvluchten, dan mag je er toch van uitgaan dat die in een vroeger stadium juist heel dicht bij elkaar hebben gestaan. En ga je je afvragen waar, wanneer en hoe dat dan ooit begonnen is, die verwijdering. Op 9 mei 1931 trek ik de conclusie dat 1 en 1 2 is. Dat als de theorie me vertelt dat het heelal uitdijdt en de waarnemingen laten zien dat het zich opblaast als een ballon, en zo wordt in mijn hoofd de oerknal geboren. Hoewel ik die zelf nooit zo heb genoemd, dat was Fred Hoyle die dat bedacht. Fred Hoyle nota bene, die er ook absoluut niet mee eens was met de uitdijing van het heelal. Zo mogelijk nog hardnekkiger dan Einstein. Tot in zijn graf. Gezondheid. Fred Hoyle, moet u weten, meneer, was een cosmoloog van naam en faam. Ook een bekend science fiction schrijver, groot popularisator van de wetenschap. En een begenadigd spreker. Hoewel niet weinigen hem verweten dat hij slechts één methode van argumentatie kende. Die van de intimidatie. Boze tongen zullen later zelfs beweren dat het hem de Nobelprijs heeft gekost. Maar hoe het ook zij. Fred Hoyle houdt op 28 maart 1949 een radiopraatje voor de BBC. Zo'n 20 minuten lang mag hij spreken over de allernieuwste ontwikkelingen in de kosmologie. En daarbij steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij absoluut niets moet hebben van mijn theorie van het oeratoom, een kosmisch vuurwerk en het uitdijend heelal. En dan raakt Hoyle opgewonden, bevlogen. Ja, opgewonden en vloekt je zomaar ineens tijdens die radio-uitzending dat begrip uit.
Big Bang. Als een oerknal. Maar zie daar, wat ooit ik bedoel als een verwerking van mijn theorie, wordt juist de bestendiging ervan. Want in de jaren daarna zorgt dat radiopraatje van en het boek dat is gemaakt van al zijn praatjes op voor de BBC, zorgt ervoor dat iedereen dat begrip overneemt. Als uitleg en als naam voor mijn theorie, de erenaam tot op de dag van vandaag. Ik ben. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Woorden zijn als harpoenen, heeft Hoy er later over gezegd. Woorden zijn als harpoenen, gaan er makkelijk in, maar niet meer uit. Niet zonder pijn. Het venijn van de weerhaak van harpoenen als Big Bang, de explosiehypothese, ja, zelfs de evolutietheorie is vernoemd. Mijn concept van de oerknal en het uitdijend heelal. Waar ik op zich neerkom, is dat ik stel in mijn artikel uit 9 mei 1931 dat ons universum explosief is begonnen vanuit een oeratom, atom primitief. Een absoluut nulpunt, een punt tijdstip nul, waarin het universum extreem compact was, extreem heet. En dat het van daaruit, vanuit dat oeratom, is gedesintegreerd. Eén atoom wordt meer, wordt veel, wordt een heelal. Een uitdijend heelal. Einstein complimenteert opnieuw en raakt nu werkelijk van overtuigd dat het the most beautiful and satisfactory explanation of creation is. Meesterlijk heeft mijn biograaf dat genoemd. Later. De map. Meesterlijk. Is niet iedereen gegeven om Einstein te lopen straffen. Zij, 9 mei publiceer ik mijn theorie. En zoals ik zeg, waar het neerkomt, is een atoomprimitief. En ja, het wordt tijd voor mijn medicijn. Voilà, de
komische vorm. Zoals u ziet, de generatrices nemen ons mee vanaf het beginpunt, in dit geval de bodem van het glas, naar de toekomst. Dan de orthogonale cirkels om de generatrices de doorsnee van de ruimte op een bepaald tijdstip laten zien. Echter om dat optimaal aan u te kunnen tonen, niet met het glas te kanten. En dan voor een stap te kunnen doen, het glas te kanten, dient men het te leven, nietwaar? Om te voorkomen dat inhoud wordt verspild. Om inhoud geen wetenschap. En om geen geloof trouwens. Dus die en de inhoud in te nemen. Om zich te laten doordringen. Voor het dingen kijken ofzo. Goddelijk, nietwaar? Zo'n uitweiden heelal. De horizontaal as, de tijd, de leeftijd van het heelal, zo u wilt. En de verticale as, het volume, de uitweiding in de ruimte, door de ruimte, door de tijd. Champagne zal het zijn, door de tijd. Af en waar blijft de tijd? Sinds kort. Wordt dit nu zelf gewoon gestraft? Door een Hollander, nota bene. Een Hollander die wel de nieuwe Einstein wordt genoemd, komt beter. De nieuwe Einstein die beweert dat de oerknal, mijn oerknal, een zwak gebod is. Moeten we vaker gaan doen, precies, dat vind ik ook. Maar ja, vind maar eens een onderwerp dat elke week of elke maand zo gaat. Jacques gaat er vandoor, dankjewel, tot ziens. Wij praten nog even verder over de kosmos met u en met de gasten. En ik wilde Klaas Landsman vragen om ook even aan te schuiven. Er is één onderwerp waar ik het toch nog even met Marcel Vonk over wilde hebben. En daar speelt Hawking eigenlijk ook een belangrijke rol volgens mij. Je had het er straks over die informatie binnen en buiten een zwart gat. Dat was volgens Hawking een cruciaal probleem in de natuurkunde. Even kort gezegd, als je er een telefoonboek ingooit, is het voor altijd weg. En dat mag eigenlijk niet. De informatieparadox. Kun je mij kort uitleggen wat dat is en waarom dat zo'n groot probleem is? Ja, het grote probleem is, Hawking is bekend vanwege de naam genoemde Hawking-straling. Het feit dat een zwart gat, waarvan we met Einsteins theorie zouden denken dat het alleen maar dingen opslokt, als je de kwantummechanica erbij neemt, ook heel langzaam straling uitzendt. Ja. En dat op zich is nog niet zo'n probleem. Maar het gekke is, Hawking kon laten zien dat die straling geen enkele informatie bevat over hoe het zwarte gat is ontstaan. Dus of ik nou een zwart gat maak uit een ineengestorte ster, of ik gooi een hele stapel stoelen zo hard op elkaar dat ik een zwart gat krijg. Die straling die er vanaf komt is precies hetzelfde. Ja. En dus kunnen we uit het eindresultaat niet achterhalen wat het begin was. Situatie was. En dan zou je zeggen, nou ja, boeiend, oké, dan niet. Maar de twee theorieën die erin gaan in die berekening van Hawking, de relativiteitstheorie en de kwantummechanica, hebben allebei die eigenschap wel. Dus in de kwantummechanica kun je altijd uit de eindsituatie terugrekenen naar de beginsituatie. En in de relativiteitstheorie kun je dat ook. Dus ergens wringt iets. En de vraag is dus, was die berekening van Hawking nou niet helemaal goed? Of was die wel goed en begrijpen we gewoon niet goed hoe we relativiteit en kwantummechanica aan elkaar moeten plakken? Dus dat was de paradox die
En dat is ook een cruciale vraag, want dat brengt eigenlijk weer de vraag, de kleine wereld en de grote wereld, hoe passen die aan elkaar? Ja, bij zwarte gaten kun je eigenlijk, het is een soort van perfect model om die twee theorieën samen te proberen te voegen. En er zijn heel veel gedachtexperimenten, zoals ook van Hawking en Bekenstein, die precies die vragen daar proberen te stellen, ook omdat de zwaartekracht daar zo extreem is. En dat is dus een heel, heel belangrijk theoretisch model eigenlijk voor ons om meer te leren over hoe je die zwaartekracht nou moet combineren met kwantummechanica. Klaas Lansman, je geeft college over zwaartekracht theorie. Daar komen ook zwarte gaten en andere magische Einsteinialia in voor? Nou, ik wou eerst hier nog iets over zeggen. Ja. En dan, het antwoord op jouw vraag is nee. Want ik geef colleges voor studenten die al een eerste cursus relativiteitstheorie hebben gehad. En daar hebben geleerd wat zwarte gaten zijn en hoe je ze beschrijft. En dan komt de diepere wiskundige theorie aan bod met die ervaring al op zaak. Ja. Maar wat ik hier van vond, het komt wel vaker voor en dat is een heel spectaculair verschijnsel. Dat als je twee theorieën combineert die allebei een bepaalde eigenschap niet hebben, dat de combinatie van die theorieën de eigenschap wel kan hebben. Dus als die twee theorieën allebei omkeerbaar zijn in de tijd, kwantum en relativiteitstheorie, dan is een soort fusie die nog niet echt begrepen of gevonden is, die kan best niet die twee eigenschappen hebben waar de theorie uit is opgebouwd. Dat verschijnsel heet emergentie. Emergentie en thermodynamica, wat we al eerder op tafel hadden, is daar ook een voorbeeld van. Dus een gas bestaat uit deeltjes en die worden door de wetten van Newton beschreven. En die zijn omkeerbaar in de tijd. Je kan alle snelheden omdraaien en dan krijg je hetzelfde proces ook als mogelijkheid. Terwijl een thermodynamisch proces vaak onomkeerbaar is, zoals het roeren van melk in een kopje thee. Dat is dus officieel volgens de wetten van Newton een omkeerbaar proces. Ja. Maar het gebeurt nooit dat je een prachtige Engelse thee met melk helemaal gemengd, dat die zich ontmengt. Dit is ook een verschrikkelijke film. Misschien, hier worden ook films vertoond. Hè, in dit, ja, zeker. Nou, die heet Irreversible. Dat is een van de vreselijkste films die ik ken. Dat gaat over een moord in Dat klinkt als een aanbeveling. Dat zou je erover zeggen. Volgens mij een verkrachting in een tunnel. Maar dat het daarover gaat blijkt pas op het eind. Want de film wordt eigenlijk in de omgekeerde volgorde afgespeeld. En het is nog gruwelijker dan die ene scène. Er worden ook mensen van dichtbij doodgeschoten. Maar het idee is, het is een soort analyse van die onomkeerbaarheid in de tijd. Ja. Kent iemand die film? Het is echt zo'n cult filmhuisfilm. Er zijn er irreversibele. Maar nu even terug naar de natuurkunde. Nou ja, maar die irreversibiliteit, of wat je hier dus ook hebt in die zogenaamde informatieparadox, is op zich een verschijnsel wat je wel vaker ziet in de natuur. Maar maakte Hawking en met hem een aantal anderen stevig ruzie over? Nou, die ruzies waren volgens mij heel vriendelijk. Dat waren weddenschappen met als beloning en abonnement op Penthouse. Hij was heel grappig in dat soort dingen. Ja. En die verloor hij meestal trouwens. Maar die mensen gingen heel aardig met elkaar om. Het is een beetje verscherpt tussen het hoofd en zuskind volgens mij. Dat was wat agressiever dan. Maar Hawking die kon daar alleen maar om lachen hoor. Juist om die hele zware grote dingen van de natuurkunde. Daar haalde hij dan zo'n weddenschapje om. Dus het is toch weer een beetje amusement. Het is weer een beetje amusement. Maar even terug naar die paradox dan. Dat wordt toch vrij algemeen wel als een kwestie gezien, dacht ik. Ja, zeker. Maar het is dus inderdaad zo. De oplossing hoeft maar niet heel kleins te liggen. Dus denk aan die thermodynamica. Als je weet hoe atomen bewegen, dan kun je daaruit thermodynamische wetten afleiden die niet omkeerbaar zijn. En dan hoef je maar een klein beetje informatie weg te gooien, niet in oogschouw te nemen. En dan krijg je dat al. Dus het is ook niet zo dat er een enorme aanpassing aan ofwel de kwantummechanica ofwel de relativiteitstheorie nodig zou zijn. Want die twee theorieën die doen het al 100 jaar geweldig. Ja. Maar ergens moet er dus een klein dingetje, als we ze aan elkaar plakken, moet er dus iets bij of iets af misschien. En ja, het grote raadsel is dus altijd geweest, wat moet er nou bij of af? Oké. Dit was nog even een dingetje dat ik in mijn hoofd had om te bespreken. Informatieparadox, is dat groot of niet? Nou ja, misschien lost een klein dingetje het op. Dat vind ik wel een hele geruststelling, eerlijk gezegd. Waar ik jullie drieën eigenlijk even voor op het podium wilde hebben nog, is Stephen Hawking, ik zei het aan het begin al, wordt een beetje gezien als een factor in het publieke enthousiasme over kosmologie, over
de oerknal, over zwarte gaten, over de uitdijing van het heelal. Misschien over meerdere heelallen. Heelallen was het? Ja, heelallen tegelijk. Ontstaan ooit ergens ver weg of dichtbij. De kwestie populariseren door iemand als Hawking. Is dat een voorbeeld voor natuurkundigen zoals jullie bijvoorbeeld ook? Je schrijft er boeken over, je hebt een TED-talk gehouden over... Jazeker. Ja, bij de Universiteit van Nederland. Nederland. Niet bij TED. Maar... Vind ik wel een TED-talk eigenlijk. Alleen TED kon niet die avond. Toch? Ja. Klaas Landsman schrijft boeken over toeval, maar praat ook graag over andere zaken. En schreef natuurlijk een boek over Cambridge destijds. Populariseren van dit soort totaal abstracte onderwerpen. Is dat leuk om te doen? Is het moeilijk? Ja, dit antwoord, ik weet niet of je mijn antwoord of dat van Steven wil. Nou, eerst jou. Nou, het is heel erg leuk om te doen. Ja. Dus het schrijven van heel technisch werk voor collega's en studenten is erg leuk om te doen. Maar dat is maar voor heel weinig mensen. Het schrijven voor een wat groter publiek vind ik eigenlijk het allerleukste om te doen. En je moet heel goed nadenken over de feitelijke inhoud van al die technische dingen. Want je kan ze niet op dat technische niveau uitleggen. En door dat nadenken over wat er nou precies gebeurt met al die complexe zaken, begrijp je ze vaak veel beter. Wat ook is als je dingen aan kinderen uitlegt of aan journalisten. Dat moet je dan in een soort kindertaal herformuleren. En dan, om dat te kunnen doen, moet je echt diep inzicht hebben of nog ter plaatse ontwikkelen in zo'n theorie. En dat is heel moeilijk. Het is gewoon een andere kunst dan de technische dingen zelf. Steven schreef zijn boek Brief History of Time in eerste instantie voor het geld. Dus op een zeker moment ging zijn dochter Lucy naar de middelbare school. En hoewel hij altijd als een soort socialist en linkse man poseerde, vond hij dat ze naar een kostschool moeten, een hele dure kostschool. Dat ook de kinderen van Tony Blair, die gingen naar kostscholen. En dat moest hij betalen en zijn coterie van verpleegsters werd steeds duurder en niet gefinancierd door de universiteit of de National Health Service. Dus hij heeft in eerste instantie dat boek uitsluitend voor het geld geschreven. Maar heeft toen ook, dat schrijft de autobiografie van zijn vrouw heel duidelijk, hij heeft daar ook heel veel plezier in gekregen. Dat kwam later, ook toen het heel goed verkocht. Dat het plezier werd steeds groter en toen hij gewoon een mediaster werd. Maar hij heeft daar wel een uniek talent ook voor gehad. Ja. Dus zij schrijft wel dat hij een heel erg meelezende redacteur van zijn uitgever heeft gehad. Dus het eerste exemplaar of het eerste manuscript dat hij instuurde, was een Amerikaanse uitgever. Ja, dat kwam gewoon per keer in de post terug, veel te moeilijk. En een week later met heel veel suggesties om het te verbeteren. Die heeft hij echt zelf, toen had hij dus al dat gedoe met die computer, dat hij alleen nog maar zijn duimen kon bewegen. Heeft hij echt zelf door willen voeren, al die verbeteringen. Daar is hij nog maanden mee bezig geweest. Dat schijnt hij ook heel leuk te hebben gevonden. En toen had je A Brief History of Time. Ja. Wat trouwens niet mijn favoriet is, veel beter over dat onderwerp, van de doden niets naar goeds, vind ik The First Three Minutes van Steven Weinberg. Wat 10 jaar eerder verscheen. Ik weet niet of jullie, toen was ik scholier en jullie, ik weet niet, embryo of zo. Ik heb nog niet gehoord of zo. Dat is ook Klaas, ongelooflijk. Een kleine tip, je moet het niet te persoonlijk maken. Dat is heel erg spannend. Ik vind het boek van Steven eigenlijk iets te moeilijk dat om spannend te kunnen zijn. Dat gaat over de eerste 3 minuten van het universum. Ja, maar daar doet hij 180 bladzijden over. En je wordt er helemaal ingezogen. Dus dat las ik toen ik al die dingen nog niet professioneel wist. Want ik was 15 of zo. Ja. En Steven schrijft, vind ik net, iets te moeilijk. En daarmee bereikt hij het effect van mystificatie. Van kijk, dit genie. En ik denk dat dat ook meer zijn doel is geweest dan Weinberg, die gewoon wilde uitleggen wat bekend was over kosmologie van de eerste 3 minuten. Een ander project in ditzelfde genre, zou je kunnen zeggen, is jouw boek Zwarte Gaten. Ja. Moeilijk concept, zeker als je het echt over de natuurkunde, de wiskunde daaronder hebt. Was dat moeilijk overbrengen? Het is wel een populair onderwerp, zou je kunnen zeggen. Ja, daarom. En daarom vond ik het ook wel belangrijk om een boek erover te schrijven wat ook... Ja, net iets verder gaat. Een beetje tussen de twee in, zeg maar. Een boek wat net iets verder gaat dan de meeste populair wetenschappelijke boeken. Maar wel voor iedereen die echt de moeite erin wil steken, begrijpbaar. Want we zitten altijd in de popularisatie natuurlijk een beetje op die grens van hoeveel mag je nou nog versimpelen en hoeveel niet. En moet je nou wel wiskunde gebruiken of niet? Hawking zei het zelf al, iemand heeft me ooit verteld dat als ik 1 vergelijking in mijn boek schrijf, dat het aantal wat ik verkoop met de helft vermindert. Hoeveel staan er in jouw boek? Ja, een stuk of 14 of zo. Dus dat had ik beter weg kunnen laten, dan had ik er een stuk meer verkocht.
Dat zei over zijn uitgever, geloof ik. Had ja, of uitgever. Uitgever. Ja. Ja. Maar even 2 tot de macht 14, dan... Ja, dus dan zou ik op 20 miljoen boeken uitgekomen zijn. Als je ze weggelaten had. Ja, precies. Dus dat had ik misschien moeten doen. Die Hawking precies met Hawking, want die heeft er 10 miljoen verkocht... en inderdaad ook 1 vergelijking erin gekregen. Volgt u het dus nog? De som lijkt te kloppen. Maar ik denk dat meevalt. Dat, zeker als mensen eenmaal voorbij die eerste vergelijking zijn... maakt die tweede niet zoveel uit meer natuurlijk. Ja. Je kunt best wat wiskundige dingen toch op begrijpelijke manier vertellen. En een beetje dichter bij het echte verhaal blijven... dan populair wetenschappelijke auteurs soms doen. Ja. Een van de kenmerken van dit soort onderwerpen... is natuurlijk dat het al heel snel toch voor de meeste mensen... vrij duizelingwekkende... ideeën worden. Hè? Ruimte en tijd die zijn opgebouwd uit iets wat we niet weten, maar misschien wel snaartjes in 21 dimensies. En, nou, het wordt alsmaar erger, zou je kunnen zeggen. Toch is dat wel echte wetenschap. En er zijn tal van fantasieachtige voorstellingen over hoe de wereld in elkaar zit die dan geen wetenschap heten. Ik weet niet, heb je een archiefje van mensen die wel eens brieven sturen met hun eigen opvattingen? Je krijgt heel veel van dat soort mails en opmerkingen. Wat doe je daarmee? In eerste instantie probeer ik altijd een serieus antwoord te geven. Maar als iemand dan doorgaat met ja, maar Einstein had ongelijk, dan word ik iets minder Wat op zich zou kunnen, toch? Ja, zeker. Maar het moeilijke is, om überhaupt de huidige stand van de natuurkunde te begrijpen, moet je al 4 jaar studeren. En daar zit heel veel lastige wiskunde achter. En wat je als popularisator soms heel moeilijk kan overbrengen, dat is ook onze eigen schuld, is dat je ook echt die wiskunde nodig hebt om te begrijpen wat er nu aan de hand is en daar vervolgens op voor te bouwen. En je kunt tegenwoordig haast niet meer als amateur denken van, nou, misschien moeten we het heelal opbouwen uit kleine knikkertjes die dit en dat doen. En misschien is dat ook wel een goed idee. Ja. Want daarmee laat je een heel stuk bestaande natuurkunde die heel effectief is achter je. Mag ik iets zeggen? Ik denk dat het belang van dat populariseren is aan de ene kant natuurlijk om de huidige stand van de wetenschap uit te leggen. Maar ook heel erg juist gewoon de schoonheid van dingen en de magie laten zien. En dat zegt Klaas ook, je hoeft ook niet alles, het publiek hoeft niet alles te snappen natuurlijk. Maar als ik over mezelf spreek dan... Ja, ik ben ook wel schatplichtig of de wetenschap ingetrokken door dit soort mensen. Doordat Hawking zo'n boek heeft geschreven. Of doordat Robert Dijkgraaf zo vaak op tv is. Ja. Dat toen ik 15, 16 was, zat Dijkgraaf bij Zomergasten. En liet hij zo'n filmpje zien, Powers of Ten. Ja. En dat vond ik echt fantastisch. Dat is en, dat je van een... Ja, dat je uitzoomt in stappen van 10. Van een atoom naar het universum, toch? Ja, precies. Ja. Eigenlijk waar we het net ook over hadden. En zoiets, het kan ook gewoon heel erg motiverend werken. Dus je hoeft niet meteen alles te begrijpen. Maar om een soort van de schoonheid ervan in te zien. Wat mij heel erg heeft gestimuleerd om de wetenschap in te gaan. Dat is denk ik ook een heel belangrijk doel van populariseren. Dus wat je wil zeggen is eigenlijk, je hebt dat soort verhalen moeten er ja, iemand als Hawking, komen. Dat is gewoon zo belangrijk voor de wetenschap. Ja. En om jonge mensen ook, en ook ouderen, om gewoon enthousiast te maken over wetenschap. Ja. Dus het hoeft niet alleen begrip te zijn, denk ik. En Klaas Lasman... Nee, ik sluit me daarbij aan. Wat ik zelf probeer is het overbrengen van een emotie. Bijvoorbeeld die Powers of Ten en ook het tussenprogramma van de meneer Van Nemo over al die afstanden. Dat gaat bij mij met een zekere emotie gepaard, omdat wij komen allemaal uit een baarmoeder. En het lijkt allemaal heel geborgen. En de Grieken dachten ook dat het heelal vrij klein was. Een bol van sterren, maar die waren helemaal niet zo ver weg. En alles was eigenlijk wel in orde en gezellig. Terwijl als je Powers of Ten of gewoon echt iets meer weet over kosmologie in het heelal, de enorme grootsheid... En ook de gewelddadigheid van het heelal. Het heelal van Newton was heel rustig. De sterren die deden eigenlijk niks. De planeten hadden hun soevereine, mooie cirkelvormige op elliptische banen om de zon. Wat ook al het Griekse idee was. Dat was allemaal heel, heel behagelijk. Zo toen was geluk heel gewoon, een beetje jaren 50. Maar als toen? Als je het heelal zoals we het nu begrijpen, mede dankzij Einstein en Hawking... Het is onvoorstelbaar groot en het is kolkend. Je hebt zwarte gaten, je kan botsen, je hebt pulsars, waanzinnig snel draaiende sterren. En die botsen dan ook weer op elkaar. De oerknal, de grootste explosie ooit.
Die emotie zou ik proberen over te brengen. Dat is een compleet ander wereldbeeld dan de Grieken en ook dan de 17e eeuw nog. Ja. En dat is echt te danken aan mensen als Einstein en Hawking. En dan de volgende vraag is, hoe staan wij in relatie tot die grootsheid? Want wij zijn dus heel klein en komen uit die baarmoeder. Er is een heel grote onpersoonlijke kosmos. En wat hebben wij daar nog mee te maken? Dus dat soort dingen vind ik dat je in popularisatie kan behandelen, eigenlijk zonder wiskunde. Wel, de wiskunde wel de onderliggende theorie is die die grootsheid beschrijft. Ja, en als je daar nou een antwoord op zou moeten geven, die relatie tussen ons arme kleine mens en dat immense gewelddadige wervelende universum. Daar zoek ik al mijn hele leven vergeefs naar. Als ik nou wist wat die relatie was, ja. Dat is juist het killen van de wetenschap, dat die relatie er steeds minder lijkt te zijn. Dus je hebt die grootsheid en al het geweld en daar hebben we helemaal niks mee te maken. We hebben hoogstens ontdekt en dat is dan wat Weinberg ook zegt in The First Three Minutes, dat daar eindigt hij zijn boek mee. Dus dit is allemaal heel onpersoonlijk en God bestaat niet en het is ook doelloos het universum. Maar dat hebben we wel ontdekt, die doelloosheid. En dat is nog een klein schouder. Ja, dat vind ik echt de beslissende opmerking. Maar als visser, is dat herkenbaar wat je hoort? Ja, zeker. Ook om die emotie over te brengen. Maar je zei in het voorgesprek dat wij voor de krant hadden van, ik vind het altijd zo geruststellend dat je dat hele universum toch op een stuk papier kunt begrijpen. Ja, nou ja, je denkt natuurlijk van waartoe zijn wij op aarde? En dan eigenlijk misschien het antwoord daar is op om te begrijpen waar we vandaan komen. Ja. En wat ik het mooie vind is dat wij in dat hele grote universum leven, maar toch met ons brein kunnen begrijpen misschien dat wij uit een oerknal voortkomen. Nee, dat is... En dat we dat gewoon in één vergelijking dan het heelal kunnen beschrijven, bijvoorbeeld. Dat is iets bizars, maar dat heeft ook, dat is ook iets heel moois. Dat wij dat eigenlijk kunnen begrijpen. Misschien zijn we daartoe wel op aarde om de wereld om ons heen te beschrijven. Oké. Okay. Marcel Vonk, de hele mooie woorden natuurlijk. Ja. Herken jij daar iets van? Ja, een beetje wel. Van kleine dingen tot grote dingen, die kun je begrijpen met je menselijke verstand. Ik weet niet of daar nou allerlei heel theologische dingen bij gehaald hoeven te worden. Maar het is natuurlijk verbazend, en daar speelt ook die wiskunde weer een rol, dat je toch patronen die je op allerlei schalen ziet, kunt beschrijven in eenvoudige verbanden die je op papier kunt zetten. Ja, en dat gewelddadige universum waar Klaas het over heeft, voel je daar wel een beetje in thuis dan toch, als theoreticus? Ja, dat zijn juist de leuke dingen om te beschrijven. Als theoreticus wil je altijd de meest extreme situaties beschrijven, omdat die het interessant zijn. Dus juist die heel gewelddadige dingen zijn boeiend. Ja. We maken een kleine tijdreis tot slot. Laten we zeggen dat we opeens 100 jaar verder zijn. Hoe het kan, weet ik niet, maar daar hebben we weer gekkere dingen gehoord vanavond. Klaas. Begrijpen wij, of zij moet ik dan zeggen, over 100 jaar beter hoe het universum is ontstaan en zich ontwikkeld heeft dan nu? Ja, maar iets beter. Hawking, die zei toen hij zijn leerstoel kreeg, de Lucasian Chair, waar Newton ook op heeft gezeten, gewoon de meest prestigieuze hoogleraarstoel in de wereld. Toen hield hij een inaugurele rede, dat is in Nederland ook. En toen zei hij, dat was in 1989 denk ik, aan het eind van deze eeuw is de natuurkunde af. Ja. Dus hij had toen een theory of everything in gedachten en hij zag supergravitatie, wat helemaal fout was. Dus dat is iets waar ik heel ver vanaf sta, van dat soort denken. Dus volgens mij zal de wetenschap nooit af zijn. En over 100 jaar weten we iets meer, maar we weten vooral wat we niet weten. Dus wat de titel, geloof ik, van deze avond is past het heelal op een ansichtkaart qua vergelijking. Dus daar sta ik verre van. Die vergelijkingen die roepen alleen maar vragen op waar je 100.000 telefoonboeken voor nodig zal hebben om ze te beantwoorden. En dus we zullen uiteraard verder zijn 100 jaar later. Maar er zullen nog veel meer nieuwe vragen zijn dan er antwoorden zijn gegeven. Dat is mijn idee over wetenschap en dat de kosmos uiteindelijk gewoon onbegrijpelijk is. Maar het grappige is dat je daardoor niet ontmoedigd raakt of zo. Eigenlijk ben je heel blijmoedig en bescheiden. Nou, jij kent mij niet. Oh, maar, ja, sorry. Nee, ik bedoel in dit verband. Nou, ik vind die zoektocht dus enorm de moeite waard. Maar voor mij is de conclusie toch steeds dat één stap voorwaarts, twee stappen terugwaarts, in de zin dat we steeds
kwantummechaniek, wat begrijpen we daar helemaal van? Eigenlijk gewoon niks. En dat heb ik ook met kosmologie. Hoe meer je weet, hoe meer je begrijpt, gewoon het Socratische standpunt eigenlijk. Hoe meer je weet wat je niet weet en, ja, en wat er nog open is. En dat zal nooit convergeren volgens mij. Marius Visser, over 100 jaar zijn we eruit? Nou, niet over alles, daar ben ik het heel erg mee eens. Maar wat ik het spannende vind, is dat we nu precies weten wat we niet weten. Namelijk, we weten eigenlijk precies hoeveel donkere materie er is in het universum en hoeveel donkere energie. Alleen wat het is, wat het veroorzaakt, dat weten we niet. En wat ik heel erg hoop, is dat we dat in de komende 100 jaar, die twee problemen kunnen oplossen. Maar dat wil niet zeggen dat alle vragen dan op zijn, hier ook gezegd is. Ja, maar je hebt de known unknowns en de unknown unknowns. Ja. Je hebt het alleen maar over de known unknowns. En die roepen nieuwe unknown unknowns op. Zeker, maar ik ben al heel blij dat we die known unknowns hebben. Nee, ja, dat is waar. Ja. Ja. Oké, okay. Dus en toch misschien zoiets als vooruitgang. Ja. Marcel Vonk, over 100 jaar. Ja, ik ben het met allebei eens eigenlijk. Het is al heel interessant om te weten welke antwoorden we over 100 jaar hebben. Maar het is nog veel interessanter om te weten welke nieuwe vragen we over 100 jaar hebben. En dat, die kunnen dat we niet nu al verzinnen. Of misschien hebben we het nee, want daar hebben we eerst die antwoorden voor nodig. Ja, ja, ja. Wat misschien belangrijk is om te zeggen is dat wetenschap drijft bij het stellen van nieuwe vragen. Dus eigenlijk doordat we die problemen nu hebben, kunnen we ook weer oplossingen vinden. En daarvoor hebben we echt waarnemingen nodig. En dat geeft natuurlijk ook een belangrijke input in het ontwikkelen van die nieuwe theorieën. Dat is op zich natuurlijk wel iets wat we een beetje gemist hebben deze avond. Hè? De keiharde astronoom. De astronoom met een, die gewoon met, een, met haar sterrenkijker, laat ik even zeggen, haar sterrenkijker. Het heelal aftuurt naar verschijnselen en bewegingen die we moeten verklaren. Het is allemaal theorie. Hoe is het contact met de astronomen wat dat betreft? Is dat goed genoeg? Moet er meer komen? Is daar iets over te zeggen? Nou, wat natuurlijk wel interessant is, is dat we eigenlijk eerst die waarnemingen hebben gedaan over donkere materie en over donkere energie. En dat eigenlijk daarna pas die theorieën daarover ontwikkeld zijn. En ja, soms denk je misschien je hebt eerst de theorieën en daarna de waarneming. Maar die interactie die kan juist heel complex zijn. En er zijn echt duizenden astronomen die daaraan werken om precies te krijgen hoeveel donkere materie er is, waar het is. Dus ik denk dat nu wel de stap ook aan de theoriekant ligt. Maar we hebben zeker contact ook met astronomen. En, ze zitten zelfs op dezelfde gang, als ik het goed begrijp. Ja, zeker. Ja, precies. Moet een begin kunnen zijn. Ja, ik werk ook samen met die mensen. Ja, zeker. Ja. Oké, tot zover. Er zijn nog twee vragen mogelijk. Bedenk wat u wil weten over het universum. Nou kan het nog. Twee vragen. Wie? Ja, u mag er één stellen, hoor. Die meneer. En waar is de tweede vraag? Nergens? Oké, dan mag u er twee stellen. Nou, dat moeten we nog zien. Daar was een vraag. Oh, hier nog? Mijn vraag gaat wel over een aantal. Er werd al even iets genoemd over meerdere ruimtelijke dimensies. De 7 opgerolde dimensies heb ik gehoord, 21 dimensies. Maar waar ik benieuwd naar ben, is in de theorie van Verlinde. Met hoeveel dimensies jullie werken. Kun je daar heel kort iets over zeggen? Oké. Manus Visser? Het is niet... Kijk, in snaartheorie is een heel precies model waarin je echt die 11 dimensies hebt. Of 10. Maar dat is bij ons niet zo heel precies. Nee. Het is geen factor voor theorieën? Nee, het speelt niet echt een belangrijke rol. Okay. Eigenlijk wat veel grappig is, als je Verlinde's artikel leest, dan zul je zien dat alles in algemene dimensies geschreven is. Dus wij gebruiken eigenlijk heel vaak in onze berekeningen, zijn we gewoon D neer. En dan mag je zelf... Dat geldt dan voor alle dimensies. Dus dan mag je zelf invullen of het nou 4 dimensies is of 5 of 6. Dat is eigenlijk een heel democratisch soort theorie. Ja, het is natuurlijk belangrijk dat je eigenlijk begrijpt dat het in alle dimensies werkt. Newtons en Einstein's theorie kun je ook in alle dimensies. Ja, maar dat spreekt er juist tegen. Je moet verklaren waarom we in deze 4 zitten. Dus als de theorie dat niet doet, dan is dat een zwak punt. Maar dat weten we over 100 jaar, Klaas. Nou, dat misschien wel. Oké, hier nog laatste vraag. Ja, hoi. Ik hoorde recentelijk een andere theorie van hoe je misschien nog energie kon uittappen uit een zwart gat. Ik hoorde dat zwarte gaten mogelijk ook een spin hebben,
omdat ze ontstaan vanuit het in elkaar vallen van materie die dus al draaien heeft, waardoor het zwarte gat zelf eigenlijk ook draait. Klopt dat? Ja, dat kan. Ja, meer Marcel, ja. Maar dat kan. Ja. Zwarte gaten hebben niet heel veel eigenschappen, maar een paar die ze hebben zijn inderdaad, ze kunnen ronddraaien, ze hebben een massa en ze kunnen nog een lading of een magnetisch veld hebben. En dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Maar die dingen kun je inderdaad gebruiken om er energie uit te winnen. Dus als je alleen al een bowlingbal of zo aan een touwtje bindt en die in een zwart gat zou laten vallen. En je zet daar een of andere spoel aan en daar ga je energie mee opwekken. Kun je daar gigantische hoeveelheden energie mee opwekken. De vraag is natuurlijk of er iemand bereid is om naar zo'n zwart gat toe te gaan en dat te doen. En hoe je die energie dan transporteert naar de aarde. Maar ja, je kunt daar heel veel energie uit halen. Oké, is dat een geruststelling? Ik had nooit gerealiseerd dat een zwart gat zelf... Ik zag een zwart gat altijd van een punt waar alles in elkaar is gevallen en eigenlijk alle natuurwetten ophouden. Ja. Maar dat zo'n zwart gat zelf ook nog zo van een beweging kan hebben, ja. Dat was een beetje nieuw. Oké. Okay. Nou ja, zoals veel vanavond, moeilijk voor te stellen. Goed, wij gaan naar ons laatste onderdeel, om het heel even respectloos te zeggen. Maar ik bedoel natuurlijk Jelle Reumer, onze vaste slotcolumnist. Jelle Reumer. De dood van Stephen Hawking, die overigens vaak werd verward met bioloog en atheïst Richard Dawkins, die daarom wegens Hawkings overlijden ook werd betreurd, maar nog springlevend is, en dus zijn verschijnen voor de troon van God, in tegenstelling tot Hawking nog even moet afwachten. De dood van Hawking dus was wereldwijd aanleiding tot bespiegelingen over zwarte gaten, het universum, de Big Bang en andere onduidelijke dingen. Dingen waarvan je je als gewone sterveling afvraagt wat je ermee moet. Wat kun je ermee, behalve bespiegelingen maken? Het antwoord luidt niets. Kennis over zwarte gaten, het mogelijk aantal heelallen, de exacte ouderdom van het heelal of de heelallen en de chemische reacties die plaatsvonden tijdens de eerste paar seconden na de Big Bang, is interessante kennis, maar we kunnen er niets mee. Van zulke kennis is er heel veel. Ook de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen op Fiji, de grondwaterstand onder Timbuktu, de oogkleur van de zuster van Kim Jong-un en de exacte diepte van de Marianetrog zijn interessante dingen, maar we kunnen er niets mee. Maar er is een verschil. Die verkiezingsuitslagen, waterstand, oogkleur en zeediepte zijn nog dingen die we kunnen begrijpen. Het is allemaal simpel waarneembaar. Dat is niet altijd het geval met de dingen die Hawking bezighielden. Die zijn bovendien vaak contra-intuïtief. Laten we eens naar dat heelal kijken. Het lijkt oneindig groot, maar schijnt dat niet te wezen. Op een afstand van ongeveer 13,8 miljard lichtjaar komt er een einde aan het heelal. Als je zo ver kunt kijken, kijk je ook naar het begin van de tijd, begin der tijden. Want wat zich 13,8 miljard lichtjaar verderop afspeelt, is de nagloei van de Big Bang. We kijken dus eigenlijk niet alleen de ruimte in, maar ook terug in de tijd. En de rand van het heelal is dan tevens het ontstaan ervan. Maar vervolgens schiet ons denkvermogen tekort. Want wat is er dan voorbij die rand? Wat is er voor de Big Bang? Kun je wel verder reizen in gedachten, bedoel ik? Dan voorbij het heelal of tot voor de Big Bang? Ik weet dat Vincent Icke ooit uitlegde dat dat onzin is. Omdat je wel naar het noorden kunt wandelen, maar zodra je de Noordpool hebt bereikt, kan dat niet meer, terwijl je toch verder kunt lopen naar het zuiden. Je kunt dus tot het einde van het heelal reizen en dan kun je verder gaan, maar niet meer tot het einde van het heelal. Reis je dan terug in de tijd? Mij gaat het nu duizelen. Is er iets buiten het heelal? Was er iets voor de Big Bang? En dat probleem hou je natuurlijk ook als je daarbij God die alles schiep inschakelt. Ik hoop dat Dawkins nu even niet meeluistert. Want wie of wat heeft God dan weer geschapen? De tijd voor het begin van de tijd, de ruimte voorbij het eind van de ruimte, of voor mijn part een schepper die er al was voordat hij bestond, het gaat de intuïtie te boven of te buiten. Als Hawking mij iets heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat onze intuïtie faalt. Hij maakt het onbegrijpelijke begrijpelijk en liet zien dat het onmogelijke mogelijk is. Nu hoeven we het alleen nog maar te snappen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat ik dus bedoel wat ik zelf amper begrijp. Geloof ik. Dank u wel.
Jelle Reumer. Dankjewel, Jelle. Dit was het Kenniscafé voor vandaag. Praat rustig door aan de bar zo. Dat lijkt me heel aangenaam nog. En ik dank nogmaals mijn gasten. Marcel Vonk, Manus Visser en Klaas Landsman. Onze columnisten Jelle Reumer en Maarten Keulemans natuurlijk. Tessa, beeldregie en de techniek. Volgende maand gaat het Kenniscafé hier over seks. Echt waar. Is het eigenlijk nog wel leuk, seks? Dat is de vraag die we daar gaan beantwoorden. Met deskundigen. En ik ben heel benieuwd wat Lucas Keining van Nemo Kennislink ons voor experimenten gaat laten doen. De derde maandag van de maand is dat 18 juni. Deze plek. Ik zie u dan. Dag.